Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij Kast in het Duvelhok. Welkom wethouders Mario Jacobs, Berend de Vries en Erik de Ridder moet volgens mij nog komen. En wie regelmatig bij Kast komt, weet dat we de ontwikkelingen in de binnenstad op de voet volgen. En wie de kranten bijhoudt, weet dat er van alles gaande is in de Tilburgse binnenstad. En zeker het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Het nieuwe station is geopend. We kregen de Willem II-passage. Ook kondigde de gemeente Tilburg aan samen met Wereldhaven een nieuwe passage te gaan maken van het Pieter Vredeplein tot aan de Emma-passage. De V&D is bijna gesloopt of is al gesloopt. En het zal niet lang meer duren. Is hij al gesloopt? Nou, de V&D is al gesloopt, dus dan zal het niet meer lang duren voordat de Hudson's Bay zijn deuren opent. Nou, omdat al deze ontwikkelingen niet op zichzelf staan, maar zich natuurlijk tot elkaar verhouden en onderdeel vormen van een groter plan, heeft de gemeente aan Atte Bond, stedenbouwkundige bij bureau Oerhaan, gevraagd een ruimtelijk-economische visie te schrijven voor de binnenstad. En die gaan we vanavond met u bespreken. Ik was even benieuwd, wie woont of werkt er in de binnenstad? Nou, dat is een groot deel van de aanwezigen, zie ik. Mooi. We hebben heel veel sprekers vanavond en daarom hebben we het als volgt georganiseerd. De visie wordt besproken in drie delen door Atte Bond van Oerhaan en Damo Holt van Rebel. Na elk deel is er een kort gesprek met de betrokken wethouders. Nou, de eerste twee onderwerpen zitten met name in de portefeuille van Berend de Vries en van Erik de Ridder. En het laatste onderwerp zit in de portefeuille van Mario Jacobs. Omdat misschien niet iedereen paraat heeft welke onderwerpen en wiens portefeuille zit. Ja, hebben we het even op een rij gezet? Deze zal regelmatig terugkeren. Soms zijn de onderwerpen, onderwerpen die de portefeuilles overlappen. Dus echt een duidelijke scheidslijn is niet te trekken. Maar goed, daar komen we wel uit. Nou, verder hebben we Kees Tegenga gevraagd, stedenbouwkundige met een eigen bureau hier in Tilburg. En Alex van Zundert om bij elk blok ook een korte vraag aan de wethouder te stellen. En Alex van Zundert is directeur van Stichting Ateliers. En zij huisvesten creatieve ondernemers in de stad. Als we dat gehad hebben, dan spreek ik kort met Kees-Jan Pen. En hij is als lector verbonden aan het lectoraat Ondernemende Regio's. In de Ondernemende Regio's van de Hogeschool De Fontis. Daarna hebben we volop ruimte voor vragen en reacties, vooral ook uit het publiek. We zijn erg benieuwd wat jullie nog aan de wethouders zouden willen meegeven. Kijken. Oh, wacht. Ik moet deze even terug. Dit was het programma. Wilt u ook online meepraten over dit onderwerp? Dan hebben wij een hashtag en dat is hashtag Tilburg Next. Oké, dan wil ik nu het woord geven aan Stef Fleischhoyer, directeur vestigingsklimaat van de gemeente Tilburg, voor een korte introductie op de visie. Wat mooi dat hier in het Duvelhok de zaal vol zit, dat er stoelen bijgezet moeten worden, dat er zoveel belangstelling is voor een onderwerp als dit. Als directeur vestigingsklimaat van de gemeente Tilburg moet ik zeggen, onze binnenstad. Als niet-bewoner van Tilburg moet ik vooral zeggen, die van jullie. Mijn portefeuille is gelukkig een stuk overzichtelijker dan die van de drie wethouders, want ik ben slechts directeur vestigingsklimaat. Maar ik kan ook zeggen dat die veel omvattender is dan die van de drie wethouders, want ik heb met alle drie heel veel te maken en grote delen van hun portefeuille mag ik proberen op een nette manier te managen. En dat doen met mij heel veel medewerkers, waarvan er trouwens ook vrij veel hier aanwezig zijn. En dat is alleen maar leuk. Er zijn volgens mij op dit moment twee van de drie wethouders aanwezig. Wethouder Erik de Ridder, die komt iets later, maar Mario Jacobs en Berend de Vries zijn al aanwezig. Goed, dat is alleen maar heel kort aftrap. Waarom een visie op de binnenstad van de 21ste eeuw? Bij ons af en toe in jargon B21. Maar het is eigenlijk wel mooi, want dat is Henriette, die noemt een aantal ontwikkelingen in die binnenstad. En zo zijn er talloze, nog heel veel meer dan er net genoemd zijn. En je hebt het gewoon nodig om zo heel af en toe dan maar eens daarboven te gaan hangen. En dat dan niet alleen met de kermis in een van die hoge apparaten. Maar gewoon eens
er overheen kijken en dan zien wat die dynamiek die op allerlei beleidsmatige onderdelen en op allerlei planmatige ontwikkelingen nou plaatsvindt, of die samenhang nog oké is, of je vanuit het functioneren van die binnenstad zoals die er is na moet denken over een aantal accenten, of je dingen beter moet verbinden, ruimtelijk. En ook vooral, kijk het naar veranderende functies in de stad, of je dat, die functies nou verder zou kunnen versterken. Die binnenstad is natuurlijk een smeltkroes van verschillende functies. We hebben het over het wonen, en we vinden allemaal dat het wonen in de stad en in de binnenstad versterkt zou kunnen worden. We hebben het over de economie die van kleur veranderd is in de afgelopen 10 jaar. We hebben het over alle discussies in de detailhandel, de retail, van crisis naar kansen, kijken wat er op dit moment allemaal gebeurt in de stad. We hebben het over een hele andere visie op mobiliteit in en rondom de binnenstad. We hebben het over klimaatgevolgen in een verstenende samenleving in binnensteden. En hoe kan je nou vergroenen? Hoe kan je op een andere manier die leefbaarheid versterken? Het is nogal wat er op je afkomt. En iedereen is met de beste bedoelingen en heel stevig bezig met alle uitwerkingen van beleid. En als je er niet af en toe boven hangt, dan kan het ook zijn dat je slagen mist. Daar is 1 dimensie bijgekomen. We hebben 2 voorheen aanpalende gebieden van die binnenstad getransformeerd tot stukken stad. De Piershaven is natuurlijk al een behoorlijk eind op stoom. Daar zijn we, je zou kunnen zeggen, in de bouwkundige opgave misschien wel voorbij de helft. Maar we hebben nog heel veel te doen daar. Dat wordt in de komende 10 jaar ook doorgezet. En tegelijkertijd zitten we ook vanuit die Piershaven die zo dicht bij de binnenstad ligt, echt na te denken over hoe versterk je nou de relatie, de verbindingen tussen de Piershaven en de binnenstad. Als we het hebben over de spoorzone, dan praten we natuurlijk helemaal over een nieuw stuk stad wat tegen die bestaande binnenstad aan ligt. En met het realiseren van die 2 doorsteken, de Willem II-passage en het station, is dat stuk stad ook echt toegevoegd. En de eerste functies zijn zichtbaar, zijn in functie, soms met tijdelijke dingen, soms met de eerste nieuwe dingen die er gaan, die er bezig zijn. Clarissehof is op nokhoogte, worden voor het einde van het jaar de eerste paar 100 woningen opgeleverd. Ineens een stuk, een enclave in de stad die gewoon een eeuw lang is afgesloten van de stad, is onderdeel van de stad geworden. Daarmee is die binnenstad ook meteen 1,5 keer zo groot. En zo manifesteert hij zich ook over een tijdje. Dat soort beelden, daar zijn in de omgevingsvisie van de gemeente een jaar of 2 geleden, 3 geleden inmiddels, van gezegd, bezie dat nou eens als een geheel. Kijk naar de OV-knoop, kijk naar alles wat daar nou plaatsvindt. En kijk dan nog eens of je het allemaal in de voldoende samenhang hebt georganiseerd. En kijk of je daar vanuit al die ontwikkelingen ook een aantal nieuwe impulsen kunt ontwikkelen. En vanuit een visie ook redelijk snel toe gaat naar een agenda voor de binnenstad. Dat is de oefening. Daar is een dik jaar ambtelijk bestuurlijk aan gewerkt. Van haal eens op wat er nou allemaal gebeurd is en zet dat eens neer. Leg dat nou neer in een conceptvisie, laat het college daar kennis van nemen en ga vervolgens het gesprek aan met al die partijen in de stad, personen in de stad, die vanuit ook hun eigen verschillende invalshoeken en belevingswereld daar opvattingen over hebben. We staan nu met dit kastdebat aan het begin van dat traject en we vinden het hartstikke spannend om dat gesprek aan te gaan. En niet spannend met bibberende knieën, maar spannend omdat we ons graag positief laten verrassen met allerlei suggesties, opvattingen, kritiek, waar we ook wat mee kunnen. En die uiteindelijk die visie steviger moeten maken, die agenda dichterbij moeten brengen en leiden tot extra stimulansen in de stad. Dat is de aftrap. Ik ben niet op de inhoud ingegaan, want dat gaat volgens mij Ad nu doen of Ad en Damo. Dat is net toegelicht. Ik wens iedereen eigenlijk een hele mooie en prettige avond. En ik hoop echt dat er gesprek op gang komt. Niet alleen vanavond, maar ook in de avonden hierna, want dat hebben we nodig. Dank. Dan wil ik graag nu het woord aan Ad de Bond geven. Alsjeblieft. Zal ik even... Doet hij het ook?
Goed, welkom allemaal. Mijn naam is Ad de Bond, ik ben stedenbouwkundige. En ik vind het heel leuk dat ik hier sta. Dit is de eerste keer dat ik ook hier in het Duvelhok sta. Ik vind het zeker zo leuk omdat ik hier 15 jaar ongeveer gewoond heb, net om de hoek hier, in de Lansierstraat. Ik kom hier uit de buurt, heel lang het grootste deel van mijn tijd in Tilburg gewoond. Maar een jaar of 10 geleden ben ik vertrokken en ik heb nu een stedenbouwkundig bureau in Amsterdam. Ik vond het leuk om de economische ruimtelijke binnenstadsvisie voor Tilburg te maken. En toen ik hieraan begon, dat was zo ongeveer vlak voor de zomervakantie, denk ik. Toen zei ik al bij het eerste gesprek, Tilburg is een soort stad liefde op het tweede gezicht. Dat is eigenlijk wat ik voel bij Tilburg. Je moet Tilburg goed leren kennen. Je moet de stad begrijpen om van die stad te houden. Om te zien, wat zijn de mooie plekken? Wat zijn de aantrekkelijke plekken? Waar gebeurt het? En misschien, waar gebeurt het ook niet? En een van de ambtenaren zei ook, misschien is het ook wel de opgave, zorg er maar eens voor dat het een stad wordt van liefde op het tweede gezicht naar liefde op het eerste gezicht. Dus dat was ergens de opgave die ik had. Dat vind ik niet makkelijk, maar goed, daar zijn we hopelijk wel een stukje mee op dreef. Een economisch ruimtelijke visie voor de binnenstad. We hebben niet een hele brede visie gemaakt. We hebben gekeken van hoe kun je de stad in economisch opzicht ruimtelijk verbeteren, zodat er meer economie, meer werkgelegenheid, meer werknemers en meer reuring in de stad ontstaat. Wat moet je dan doen in de stad? Dat is waar we voor aan de lat stonden. En daarnaast heet het ook een visie, bewust, omdat het niet een afplan is. Het is op hoofdlijnen en Stef zei het net al, eigenlijk is dit een bijna een soort uitnodiging voor een gesprek samen met jullie en met allerlei andere partijen om vorm te geven aan de toekomst van Tilburg en met name voor de binnenstad. Daar staan we voor. Hier ziet u heel veel wat u waarschijnlijk niet kan lezen, maar ik zal het heel kort toelichten. Eigenlijk is de opgave, als je kijkt naar Tilburg en je kijkt naar de binnenstad, dan zie je ver verleden vanuit de textielindustrie of de moderne industriestad of de gemengde binnenstad, dat de binnenstad altijd een bepaalde economische functie heeft gehad. En we hebben het gevoel, en dat zal ik samen met Damo Holt van Rebel, die het tweede deel presenteert, toelichten, dat de economie aan het veranderen is en dat de binnenstad daardoor ook moet gaan veranderen. Dat we daarop in moeten gaan spelen. En hoe we dat gaan doen, nou, dat is even de vraag. En daar willen we vanavond met jullie over in discussie. Dus vandaag dat hier staat met drie vraagtekens. Wat is de binnenstad van de 21e eeuw? En dat hebben we genoemd Tilburg Next. En dat zullen we vanavond nog vaker aan refereren, dat Tilburg Next. Maar ergens is dat voor ons een soort motto. Tilburg is de next stad, nu is Tilburg aan de beurt. En next staat ook voor next generation, voor de toekomst van de stad. Daar staat next voor. Het tweede wat ik in het begin gezegd heb, en er is wel eens tegen mij gezegd, je mag het nooit meer zeggen, maar ik doe het toch. Tilburg is een donutstad, heb ik wel eens gezegd. Van alle kwaliteiten, Stef die had het net al over. Er is veel veranderd, gelukkig in de positieve zin van het woord, de afgelopen jaren. De Piershaven, het Veemarktkwartier, waar we nu zitten. Maar ook, zit hier ook een pointer bij? Ja. De spoorzone. Er is veel gebeurd, met name rond de oude binnenstad. Met name de gordel buiten de cityring. En ook een aantal aantrekkelijke gebieden, zoals de Bomenbuurt of Tresia, of delen van de Professorbuurt hier in Hoogvenne. Die liggen allemaal net buiten de cityring. En ergens hebben we het gevoel van hoe kun je nou die binnenstad in de brede zin van het woord, dus al die ontwikkelingen die buiten de cityring zitten, ook een positief effect laten hebben op de binnenstad zelf. Zodat dat samen een heel logisch, economisch en ook sociaal vitaal gebied wordt. Dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn. Dan ga ik iets te snel. Twee sheets, waarom doen we het? Ten eerste, ik zei het net al, wij zien dat de economie verandert. In Tilburg kon je zeggen in het verleden, de maakindustrie, de logistiek, waar Tilburg heel sterk in is, zitten veel aan de rand van de stad. Maar we zien overal in de wereld en ook in Nederland dat steeds meer nieuwe economie, kleine bedrijvigheid, kenniseconomie, zakelijke dienstverlening de binnenstad weer opzoekt. Daar is de reuring, daar is de interactie, daar zijn de kenniswerkers, daar is het gezellig, daar is het leuk. Dus de opgave is ergens om ook hier in Tilburg die nieuwe kenniswerker en die nieuwe kenniseconomie naar de stad toe te trekken. Planté heet het geloof ik, maar meteen achter het station, zo'n nieuwe ontwikkeling, die draagt daar ook heel sterk aan bij. Dat zijn hele mooie en goede initiatieven die bijdragen aan dat gegeven. Het tweede is ook de nieuwe stedeling.
was het in het verleden zo, en ik vind dit altijd wel een leuk schemaatje. Vroeger was het zo, je was jong, je woont er, je bent een gezin, je bent kinderen, je groeit op ergens in een bepaalde wijk of in een bepaalde regio. Je gaat naar de stad, daar heb je je opleiding, daar begin je je carrière, daar tref je iemand en vervolgens ga je de stad weer uit. Dat was in een nutshell het leven, het levenspad van een individu. En wij zien in toenemende mate hier op die roltrap dat mensen op en net achter de roltrap blijven hangen. De stad is steeds populairder aan het worden. Gezinnen met kinderen willen in de stad blijven wonen. Mensen die iets ouder zijn, willen in de stad willen wonen. Empty nesters, wat wij noemen mensen waar de kinderen het huis al uit zijn, die willen liever in de stad blijven wonen. De Piershaven is daar een mooi voorbeeld van. Daar zien we dat heel veel 50, 60-plussers in de stad blijven of weer terugkomen, omdat ze daar op een hele comfortabele, prettige manier kunnen wonen. En uiteindelijk, en dat ziet u op het einde van het traject, ook de senioren, de oudere mensen. Hier zijn de voorzieningen, het openbaar vervoer, de zorg, blijven langer in de stad wonen. Dus er zit ook een soort focus en een soort nadruk op stedelijkheid. Dit is een van de redenen waarom steden populair zijn. En Tilburg wil daar natuurlijk ook op inspelen. Wat we hebben gedaan is gezegd van geloof in eigen kracht. Denk niet dat ambas, mensen van buiten of bedrijven van buiten of externe krachten, dat die Tilburg in de vaart der volkeren mee laten groeien. Nee, wij denken dat Tilburg zelf heel veel krachten heeft. Dus geloof in eigen kracht. En Tilburg mag misschien wel eens iets trotser zijn op de stad. Wij denken dat er een aantal krachten zijn. Ten eerste, de meest ingewikkelde misschien wel, midden in Brabantstad. Tilburg ligt heel centraal in Brabant. Eindhoven, Den Bosch, Breda, met de trein. Het is altijd maximaal 17, 18 minuten, bij wijze van spreken. Je ligt heel centraal midden in die stad. Dus je hebt de mogelijkheid om hier bijvoorbeeld te wonen en ergens anders in Eindhoven of in Breda of in Den Bosch te werken. En hier uiteindelijk gewoon prettig te wonen, te recreëren en ook uiteindelijk je geld uit te geven. Dus Tilburg heeft die kans. Je ligt heel centraal. Hij gaat heel snel lezen af en toe. Het tweede is, ik noemde het net al, de kracht van de logistiek en de maakindustrie. Die zit natuurlijk veel in de rand van de stad. Kotsbochten, Loven, aan de rand van de stad. Maar je kunt wel kijken, wat betekent dat in de binnenstad? Zijn er kansen om bedrijvigheid die hiermee te maken heeft, ook een plekje te geven in de binnenstad? Dat is de tweede kracht. De derde kracht heeft ook iets te maken natuurlijk wel een beetje met dat verhaal van midden in Brabantstad, is in Tilburg kun je in de binnenstad en in die wijken daaromheen, of het nou in Hoogvenne is, of in Sint Anna, of in Theresia, kun je nog relatief betaalbaar wonen. Een huis met een tuin voor starters. Kom er nog maar eens voor in Eindhoven, of kom er nog maar eens voor in Breda, in de binnenstad. Het lukt gewoon bijna niet meer. En dat heb je wel als kracht hier in Tilburg. En dan heb je de oude huisjes, gewoon de textielarbeiderswoninkjes, of ook de Piershaven. En dit vind ik ook heel, deze kennen jullie waarschijnlijk wel, hier in de binnenstad. Hele mooie initiatieven, kleinschalige inbreidingen, kleinschalige gebiedsontwikkelingetjes midden in de stad. Prachtige voorbeelden. De vierde kwaliteit. Al het talent wat hier in de stad zit. Er zit hier zoveel onderwijs in de stad. Toen ik hier aan begon ben ik nog eens nagekeken hoe het precies zat. Het is de grootste onderwijsstad van Zuid-Nederland en de vijfde onderwijsstad van Nederland. Groter dan Leiden en Nijmegen qua inwoner, qua studentenaantallen. Ik was het eigenlijk een beetje kwijt, maar als ik hier in de stad rondloop, ik zie het niet. Ik zie het op een aantal plekken, maar ik zie het niet overal in de stad. Ergens heb ik het gevoel, het mag hier wel meer reuring, het mag hier als het ware gronzen van het studentenleven. Het zit helaas soms ook al te veel, of het nou bij Stappengoor is, of aan de westkant van de stad, bij de universiteit. Je voelt het te weinig, maar gelukkig zijn er wel goede initiatieven, zoals in de spoorzone, als je daar wat stukjes onderwijs naartoe kunt halen. En de laatste, dat is cultuur en creativiteit. Ook dit is voor mensen van buiten de stad af en toe een onbekende. Ik zei het al, ons bureau zit in Amsterdam. En lang niet al mijn mensen die ik ken in Amsterdam, die weten dat. Dat er zoveel podiumkunsten en zoveel creativiteit en kunst hier in Tilburg aanwezig is. En ergens hebben wij het gevoel, etaleer dat meer. Laat dat meer zien. En zie dat ook als een heel interessant iets voor stedelijkheid. En zie, het woordje staat er ook, economisch belang. Kunst en cultuur is niet alleen maar subsidie. Nee, dat levert ook gewoon geld op. Daar zit business in. Nieuwe werkgelegenheid, creatieve economie. En laat dat maar zien in de binnenstad. Dat zijn de vijf krachten waar we ons verhaal op willen baseren. En nu gaan we vervolgens kijken van wat zijn de keuzes die je dan wil maken. Als je 1 minuut hebt. Dat komt heel goed uit. Het belangrijkste wat ik wil zeggen, mag ik er 2 of 3?
Ik ga er heel snel doorheen dan. De next generation, ik zei het net al. Dit vind ik wel een belangrijke. Tilburg heeft heel veel geïnvesteerd in de jeugd. In studentenwoningen, in voorzieningen. Voor die doelgroep moet je vooral ook blijven doen. En we hebben ergens het gevoel dat je naar het tweede wil. Je wil eigenlijk die mensen die net afgestudeerd zijn, wil je binden aan de stad. Dat zij langer in de stad blijven wonen. Dus bind de groep draagkrachtige midden- en topklassen. Dus creëer een nieuw soort middenklasse in de stad. Zodat mensen niet meer na hun studie meteen weggaan, maar zo lang mogelijk hier in de stad blijven wonen. En zet daar zwaar op in. Dus we zeggen, boei die groep. Probeer ze ook te binden, die groep daarna, waardoor je uiteindelijk ook iedereen langer in de stad blijft. Nou, daarvoor, ik ga iets sneller, dat moet, hebben we vier pijlers gedefinieerd. Vier pijlers. En dat zijn deze vier pijlers en die wil ik, ik ga er eerst twee toelichten en vervolgens gaat Damo twee andere toelichten. Wij denken dat met deze vliegwielen uiteindelijk die stad en die binnenstad sterker aan de praat kan komen. Als eerste zeggen wij Tilburg compact en compleet. De basis op orde. Dat heeft te maken met dit soort zaken. Ten eerste zeggen wij het compacte kernwinkelgebied. Dat is heel belangrijk. We zijn er heel blij mee dat ontwikkelingen rond Stadskantoor 1, dus masterplan wat daar gemaakt wordt, maar ook de ontwikkelingen bij de V&D, die blijkbaar al opgebouwd is, maar in ieder geval op zijn minst gesloopt is in ieder geval, de nieuwe doorbraak, dat die doorgaan. Wij zeggen, die basis moet op orde zijn, zodat je in ieder geval ook zorgt dat de koopkracht van de Tilburger, maar ook de mensen uit de regio, hier in de stad blijft. Dat is het eerste wat we stellen. Daarnaast zeggen we, dat kan niet losstaan van een goed dwaalmilieu. Het dwaalmilieu is een belangrijke kracht, heb je ook nodig in die nieuwe economie, heb je ook nodig voor die toekomstige bewoner, maar daar mag wel meer reuring ontstaan. Meer ruimte voor functiemenging, meer ruimte voor horeca, meer ruimte voor onderscheidende, leuke winkeltjes, complementair aan het kernwinkelgebied. En die twee dingetjes samen zijn de basis op orde voor horeca en met name voor winkels. En accepteer ook dat er een aantal plekken dat je die moet gaan afstoten dan. En één daarvan in dat winkelareaal is, je ziet er hier een kruis erheen staan, is het Koningsplein. Accepteer dat dat terrein geen onderdeel meer is van het winkelgebied. Maar er ligt dan wel een forse opgave, maar daar kom ik zo dadelijk even op terug. En het tweede, en dan rond ik het eerste blok af, dat is wonen voor de next generation. Tilburg, ik ben de cijfers even kwijt, ik dacht iets van 5000 mensen in de binnenstad. We willen eigenlijk, of 7000, we willen eigenlijk 7000. 7000, hè? We willen eigenlijk dat er meer mensen in de binnenstad komen wonen. Dat het intensiever is en dat er meer levendigheid ontstaat. In de Piershaven, in de spoorzone, maar ook in het gebied binnen de cityring. En dat kunnen we op een aantal plekken doen. Dat kunnen we doen in de spoorzone. Ik noemde het al. Stedelijke mix, een dynamisch gebied. Daar is echt de kans om daar stedelijker te gaan, compacter te gaan, met behoud van de cultuurhistorie uiteraard. Dat is een hele mooie plek daarvoor. De Piershaven, ik noemde net ook al, ook zo'n mooie plek waar je zwaar op in kan zetten. En ons verhaal is ook, maak eerst die Piershaven goed af. Dat is één van de kurken voor de stad. Het derde, het dwaalmilieu en de inbreidingen. U ziet het daar ook staan op dit kaartje. Er zijn allerlei kleine plekjes in de binnenstad. Ik had net dit fotootje al laten zien, vind ik een mooi voorbeeld. Maar ook achter het burgerijpad, bij de Noordstraat, richting de oude brandweerkazerne. Overal van die plekken waar je nog kleinschalig in de binnenstad kunt gaan inbreiden. Geen grote appartementen, geen hoge torens, maar kleinschalig. En als laatste, en dan rond ik mijn eerste stuk af, het Koningsplein. Als je zegt, het winkels wordt daar minder, ontstaat daar ruimte voor nieuwe functies. En wij denken dat een mogelijke invulling woningbouw zou kunnen zijn. Oké, dankjewel. Ik wil graag de wethouders Berend de Vries en Erik de Ridder even aan die tafel. Want ik heb jullie cv's gezien, net op het scherm. En ik vraag me af hoe vaak het eigenlijk voorkomt dat jullie aan elkaar vragen, ga jij erover of ga ik erover? Want heel veel dingen lopen best wel in elkaar over als ik zo kijk naar wie welke wijk heeft en wie welke portefeuille heeft. Maar je moet iets naar die kant, anders sta je precies in het scherm op je gezicht. Nee, maar ik bedoel, is dat altijd even duidelijk? Ja, nee, maar dat is de charme van collegiaal bestuur. Je gaat er uiteindelijk altijd over, maar dan wel samen. En dat geldt ook echt voor die binnenstad van de 21ste eeuw. Het is geen toeval dat wij hier nu met z'n tweeën staan, maar dat Mario hier ook aanwezig is. We zijn hier met z'n drieën verantwoordelijk voor. Of het nou gaat om de deelgebieden die we onderscheiden in de binnenstad, die soms bij Berend in de portefeuille vallen, soms bij mij in de portefeuille vallen. Of het gaat over de verbindingen.
Waar Mario als wethouder RO eigenlijk overal over gaat wat er in de stad natuurlijk gebeurt. Of het gaat over de invulling van de verschillende onderdelen. Okay, en zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Ik nodig alvast Kees Tegenga uit om hier ook aan de tafel plaats te gaan nemen. Want we willen vanavond vooral ook heel veel meningen ophalen van de mensen uit de zaal. Van de binnenstadsbewoners, van de mensen die in de binnenstad werken. Maar even de eerste vraag, want het gaat hier heel duidelijk over de binnenstad. Maar in hoeverre, en dan moet ik misschien even beginnen met wethouder de Ridder. In hoeverre maakt de gemeente voldoende keuzes? Want je wilt volop inzet op de binnenstad. Maar we doen ook het AB-terrein. We doen ook de Heijhoef. We doen ook het Wagenerplein. We doen ook een Berkelenschotten winkelcentrum. Kan dat eigenlijk allemaal wel samen? Ja, volgens mij laten we zien dat het allemaal samen kan. Want het gebeurt allemaal samen. Dat wil nog niet zeggen dat alles even sterk uit de verf gaat komen. Ik denk, we zijn een ambitieuze stad. We zijn een stad die sterk in opkomst is geweest de afgelopen jaren. Die sterk in opkomst is nog steeds. Als je kijkt wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En hij staat hier naast me, dus ik kan het zeggen. Maar als je ziet wat er in het Piershaven bijvoorbeeld is gebeurd de afgelopen jaren. Ik kan me goed herinneren dat wij in 2010 rond de tafel zaten in de coalitievorming destijds. En dat Berend zei, ik wil die Piershaven, want ik heb daar echt geloof in dat dat een hele goede kant op gaat. En we zien het nu. Het is een van de hipste stukken van onze stad geworden. Maar dat was het destijds absoluut niet. En zo zie je dat op vele plekken in de stad de afgelopen jaren enorme stappen zijn gemaakt in het opbouwen van de stad, in het opbouwen van delen van de stad en het versterken van de stad. Ik ga even naar je buurman. Jij krijgt zo van mij de vraag. Even nog één vraagje vooraf. Tilburg probeert echt al jaren om mensen die hier gestudeerd hebben hier te houden. En dus al jaren is dat een heel verwoede poging en is heel erg moeilijk. En over het algemeen wordt er steeds geconstateerd, het lukt ons onvoldoende. Wat is de troefkaart nu dat u denkt dat het wel gaat lukken? Volgens mij zijn er twee dingen cruciaal. Je moet zorgen dat mensen kunnen wonen. En dat moeten we nog echt meer op orde krijgen. Want zeker nu de corporaties ook een terugtrekkende beweging maken, of moeten maken, en dus een deel van die mensen tussen wal en schip terechtkomen, moeten er voldoende huurwoningen zijn voor mensen in deze doelgroep. En dat betekent betaalbaar en bereikbaar, en dus ook beschikbaar. Maar veel belangrijker is dat er gewoon werk is. Ja. En dat we hebben hier prachtige kennisinstituten in onze stad, universiteiten, hogescholen, een geweldige voedingsbodem voor heel veel talent. En we zien eigenlijk dat we daar op een aantal hele goede voorbeelden na te weinig mee doen. En dus de kunst is dat we economie en de kennisinfrastructuur meer met elkaar gaan verbinden. En in de spoorzone rond waar we bezig zijn met mediacluster, dat is een van de plekken waar we dat willen doen. Fontys Hogeschool voor de Journalistiek, universiteit die heel veel weet van allerlei sociale, psychologische inzichten om daar meer van te maken. En bedrijfsleven. Oké, maar dan gaan we straks met de zaal mee verder. Want misschien zitten er heel goede ideeën. Een heel goede idee in de zaal. Van hoe wij die groep beter aan deze stad kunnen binden. Wil ik graag het woord geven aan Kees. Jouw microfoon. Ja. Jij bent voorzitter van de Binnenstad Bewoners West. Maar je zit ook in het BMT, Bewonersplatform Management Tilburg. Binnenstadsmanagement. Binnenstadsmanagement, ja. Jij had een vraag aan de wethouders. Ja, ik was uitgenodigd om het boekje te lezen, dus dat heb ik gedaan. En ik ga vragen stellen over wonen en doelgroepen. Attie heeft het net uitgelegd, focus op een doelgroep die we niet hebben, onvoldoende binden en die hier proberen te houden. En vooral ook in de binnenstad, in de ruime zin van het woord. Maar ik vroeg me af bij het lezen van dit boekje, met toch een wat economische insteek ook. Over één doelgroep wordt niet gesproken. En dat is de doelgroep van experts, van kenniswerkers. Die onderwijsinstellingen en misschien ook bedrijven van buiten halen tijdelijk. Iemand met hele specifieke kennis uit Azië of Amerika over laten vliegen. En die moet hier ook gehuisvest worden. Ik hoor geluiden dat het moeilijk is voor die groep om een plek te vinden in Tilburg. En ik hoor ook geluiden dat Eindhoven die groep heel nadrukkelijk op het netvlies heeft. Met alle services en begeleiding die daarbij hoort. Mijn vraag is eigenlijk, is dat überhaupt onderzocht? Is daar een huisvestingsvraag voor die mensen? Of is die te klein genoeg om hier te noemen? Je moet zelf uitzoeken wie het vraag beantwoordt. Ja, de inleiding met de faciliteiten. Ja, dat is goed. Ik zal het begin van het antwoord pakken. Want waar het gaat om wonen en woonmilieus en dergelijke, is natuurlijk Berend de aangewezen slagman. Waar het gaat om services die we aan experts bieden, dan kan ik inderdaad niet ontkennen dat in Eindhoven, met name de aanwezigheid van de internationale school, die daar echt floreert,
dat dat echt een unique selling point is voor de regio Eindhoven. En dat merken wij ook met experts die zich in Tilburg, of althans die bij het bedrijf in Tilburg worden aangesteld. Die kiezen vaak toch om te wonen voor de regio Eindhoven, omdat hun kinderen daar naar school kunnen. Want we hebben wel een internationale crash, Ja, dus er zijn wel faciliteiten, maar ze zijn niet te vergelijken qua niveau met wat er in Eindhoven wordt aangeboden. Maar hebben jullie enig idee om hoeveel mensen het überhaupt gaat hier in de stad? Is het een punt? Qua expats? Ja. Steeds meer. Dus het is in die zin een growing concern van ons. Dus wij proberen ook die faciliteiten te bieden. Dus waar het gaat om bijvoorbeeld services als hier nu mensen vanuit Tesla bijvoorbeeld, hadden we recent een voorbeeld van, hier aan het werk moeten. Dan proberen we die ook met spoed en met voorrang ook zo snel mogelijk aan de slag te kunnen krijgen. Want dat vergt wat ingewikkelde procedures. Daar zijn wij steeds beter op toegerust om die ook optimaal te kunnen bedienen. Maar daarmee heb je maar een klein stukje van de totale ontvangst van zo iemand te pakken. Het gaat ook om waar kunnen mijn kinderen naar school? Nou, als het antwoord op die vraag Eindhoven is, dan is een vestiging in Tilburg minder voor de hand liggend. Ja. En daar hebben wij gewoon last van. Dus dat zijn onderdelen. Daarnaast heb je nog de huisvestingsvraag. Waar kun je die mensen op een goede manier laten landen? Nou, dat gebeurt vaak gewoon in huizen. Ik was van het weekend bij de Japanse school, waar veel mensen ook voor Fuji zitten. Ja, die wonen vaak gewoon in de reeks of ergens in een leuk huis. Dat kan ook prima. Maar je zou juist ook een aantal van die mensen natuurlijk gewoon in en om je binnenstad willen vestigen. Ja, wat ik wel mijn vraag specificeren dan. Ik zit ook heel erg op de doelgroep van de mensen die alleen komen, tijdelijk. Dus niet met hun gezin. Dus die zoeken een appartement. En dan is die binnenstad en dicht bij het station. Je bent zo weer bij Schiphol en aan de andere kant van de wereld. Dus niet die mensen die voor langere tijd hier met gezin zitten, maar ook voor die groep die er tijdelijk komt, voor projecten bijvoorbeeld. En dat is voor de wethouder wonen. Ja, ik denk dat je daar wel een punt te pakken hebt. Kijk, we proberen juist rondom waar ik mee begon, de doelgroep die net hier van de universiteit afkomt, die misschien wel een vergelijkbare woningvraag heeft, daar proberen we echt op in te zetten. Middeldure huur, in voldoende mate beschikbaar. Daar beginnen we redelijk in te slagen. We hebben daar heel veel nu in de pijplijn zitten. Maar deze doelgroep vraagt ook nog wel iets anders, dat is short stay. Dat wordt vaak niet door die reguliere aanbieders aangeboden. Daar zijn we ook een klein beetje afhankelijk van wat de markt wil. Wij faciliteren dat indien er een initiatief is. We hebben in het verleden al wel met een aantal van dat soort partijen gesproken. Die hebben helaas niet definitief doorgepakt. Maar we staan klaar om dat te faciliteren. Maar het heeft aandacht en het zal in de buurt van het station zijn, neem ik aan. Oké, dan mag ik u vragen weer te gaan zitten, want dan gaan we door naar het tweede blok. Henriette, voor jou. En vraag ik Damo Holt naar voren. De economie. Net werd er even gevraagd wie woont er of werkt er in de binnenstad. Misschien mag ik daar nog eentje aan toevoegen. Wie onderneemt er in de binnenstad? Nou, dat is toch wel aardig wat, hartstikke goed. Maar dan kunnen er nog wel meer zijn, hè, volgens mij. Dan kunnen we met meer zijn, op termijn. Wat wij zien is eigenlijk dat er best wel heel veel Tilburgs talent is. Dat het ook van heinde en verre hier de weg naartoe weet te vinden. En inderdaad, van steeds verder weg, dus inclusief ook het buitenland. Dat de economie ook steeds meer drijft op dat wat je kennis mag noemen. En dat vind ik eigenlijk ook wel een verschil met wat langer geleden als het gaat om hoe je nou kunt profiteren van de hoeveelheid talent in je stad. Het is ook steeds meer dat de economie zich ontwikkelt naar een kenniseconomie. Dat binnensteden zich ook steeds meer manifesteren als plekken waar die mensen zich willen vestigen. En laat nou Tilburg bij uitstek ook een universiteit hebben en zeker ook een hogescholenpalet hebben, wat heel erg gericht is op die kenniskant. En je hebt er ook een aantal, die zitten heel erg in de techniek. En bij Tilburg is het veel meer de economiekant, de organisatiekant. Wordt ook wel de sociale kant genoemd. En die aspecten worden steeds belangrijker in de organisatie van de economie. En daarmee zou er misschien voor Tilburg ook wel eens steeds meer kansen kunnen komen om die verder aan je stad te binden. Omdat ook het bedrijfsleven zich doorontwikkelt. Ik vond één heel opvallend onderdeel. Toen we hier aan begonnen.
hebben we eventjes wat economische statistieken erbij gepakt. Ja, de werkgelegenheid daalt ook een beetje in Tilburg, net als eigenlijk overal in de afgelopen 5, 6, 7 jaar. Maar de bedrijvigheid in Tilburg die is bijna met 20%, meer dan 20% toegenomen in de afgelopen 5 jaar. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een stad als Rotterdam, die overal in het nieuws is als joepie die poepie, hoezee, dat gaat geweldig. -7%. Nou, en als je dan even terugpakt naar die vraag, lukt het om nieuwe starters en MKB en start-ups, want het zijn ook heel vaak kleine bedrijven, in toenemende mate aan Tilburg te binden, dan denk ik, nou, misschien kunnen we daar al wel voorzichtigjes wat positiever over zijn. Want wat dat betreft zie je wel dat de stad wat laat zien op economisch gebied. En daar word ik eigenlijk wel enthousiast van. En dan denk ik, daar kan nog meer. Hoe doe je dat? Eigenlijk is daar het kernwoord in binden. En het woord binden, dat is net ook al even genoemd. Dat staat vrij centraal in onze strategie. En gelukkig is een binnenstad een plek waar juist die kennisgedreven ondernemers, die dus niet in loodsen of in allerlei fabrieksterreinen of dat soort dingen werken, maar eigenlijk in van allerlei soorten plekken, waar ze het gewoon leuk vinden, wat Ad ook zei in het begin, is eigenlijk dé plek waar je dan vervolgens ook een beetje inspiratie kan vinden. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Als dat ook een deel van de drive is van je bedrijf en je vindt dat in een binnenstad, dan is een binnenstad een hele goede plek om te ondernemen. Dat betekent wel dat je ze er ook naartoe moet krijgen. En vooral dat je er dus ook een milieu moet maken wat voor ondernemers uitdagend is en meerwaarde biedt. En dat kan je doen, en dat zien we in meerdere steden in Nederland op dit moment gebeuren, eigenlijk door klein, middelgroot, wat hier in de regio ook ontzettend veel aanwezig is, in de stad en ook in de omgeving, en groot aan elkaar te koppelen. En of dat nou grote bedrijven zijn met grote logistieke dozen in de omgeving, dat maakt eigenlijk dan niet zo heel veel uit. Want die worden ook steeds meer gedreven door slimme oplossingen. Door internetgedreven oplossingen. En niet per se meer door hoe schuif ik mijn dozen het handigste van A naar B. En die mensen die daarvoor nodig zijn, voor die nieuwe vorm van economie, die zouden wel eens uit de instellingen in het Tilburgse onder andere kunnen komen. Ik heb een groot vertrouwen in het koppelen van klein, beginnend, aan middelgroot en groot. En je ziet in sommige steden, wat ik net al zei, echt hele verrassende resultaten ontstaan. Dat grote bedrijven die toch wat log zijn in hun organisatie of zo langzamerhand wel een beetje vastgesleten patronen hebben, opgeschrikt en opgeschud worden door jonge, net afgestudeerde mensen die hun eigen bedrijfjes zijn begonnen. Jongens, jullie kunnen dit allemaal veel makkelijker en handiger. En als je dan een groot bedrijf hebt, kan je ook grote sprongen maken in het beter zaken doen. Dat kan heel interessant zijn. En ik geloof daar wel in, hier ook voor Tilburgers. Dus ook voor de logistieke sector, ook voor de maakindustrie. Dat betekent, en met een duur woord, crossovers. En daar staat ook het woord e-commerce tussen. Ik denk dat ik het voorbeeld van Coolblue niet heel uitgebreid hoef uit te leggen. Dat betekent dus handel via internet. Dat heeft allerlei fysieke consequenties. Maar als je ziet hoeveel bedrijfjes ook in dat soort sectoren hier in Tilburg bij zijn gekomen de afgelopen jaren, dat is best wel aanzienlijk. We hebben een aantal groeisectoren gezien in deze stad. Dus die grote sprong van bedrijvigheid die ik net noemde, die zit geconcentreerd in over een aantal verschillende sectoren. Ook in de e-commerce-achtige ontwikkelingen. Ook in wat we noemen de big data sector. Kunnen omgaan met die berg aan gegevens. En als je dat slim weet te doen, kan je voor grote bedrijven het verschil maken. Ik zie daar mogelijkheden toe. En dat is juist op een plek als de binnenstad is dat interessant. Want ja, weet je, je hoeft dat niet te doen op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Dat kan heel goed in een creatieve, dynamische omgeving. Waar je elkaar heel snel weet te treffen op leuke plekken. En die kan je hier maken. En die wordt al gemaakt. Dat zien we om ons heen. Ik vind dit eigenlijk al een hele leuke plek. En er zijn er nog veel meer. En dat kan je proberen te laten gebeuren. Je kan het ook wat actiever sturen.
En ik denk dat de kans aanwezig is om daar iets actiever op te sturen. Ik heb daar ook uitgebreid met de kennisinstellingen in de stad over gehad. En als ik bijvoorbeeld met de universiteit praat en zeg, ja, die verbinding met die logistiek vinden we toch ingewikkeld. Maar ja, als je dan beseft dat ze in bedrijfseconomie heel goed zijn, en het pakt even terug wat ik net zeg, dan zijn er ineens wel kansen. Dan denk je, oh ja, misschien moeten we die kant op. Daar hoort ook facilitering van huisvesting bij, want je moet ergens zitten, dus op leuke plekken. Die komen niet altijd vanzelf van de grond. Investeren in dure appartementencomplexen gaat een stuk sneller bij marktpartijen dan investeren in creatieve, broedplaatsachtige bedrijfsruimtes. Dat gaat veel minder vanzelf. Gelukkig zijn die in eerste instantie ook vaak veel minder duur, hoeft er dus ook minder geld in geïnvesteerd te worden. Maar om nou te zeggen dat alles van meet af aan zichzelf weet te bedruipen, dat ook weer niet. Dus je moet er wel bij blijven. De spoorzone is daar een hele mooie plek voor. Dat bewijst zich al langzamerhand. Maar wij zien ook in toenemende mate kansen in de spoorlaan. Of op de spoorlaan. Ik ben er net nog een keer helemaal hier naartoe afgelopen. En dan denk ik van jongens, zo'n plek. Als de verbinding tussen de spoorzone en de binnenstad. In een groeiende stad als Tilburg. Daar moeten we toch veel meer uit weten te halen. En Ad heeft een paar mooie voorbeelden straks van hoe dat kan. Tweede blokje binnen mijn tweede blok. Die creativiteit. Die kan je eigenlijk op 3 manieren inzetten. Je kan zeggen, we zien het gewoon als een kernwaarde die eigenlijk in de hele stad terug moet komen. En dan bedoel ik even in dit geval de culturele kant ook van die creatieve sector. Ik vind het nog steeds, elke keer als ik in Tilburg kom, dan denk ik van jongens, er zit hier zoveel cultuur en culturele power in die stad. En ik kom het zo weinig tegen op straat. In de programmering. Je zou bijna willen dat er een soort 24/7, 4 seizoenen, afgestemde programmering in de buitenruimte, in het openbaar gebied is. Wat laat zien dat Tilburg die stad is van cultuur, van muziek, van pop. Waarom vinden we dat zo weinig terug? Ik denk dat daar veel kansen in zitten. En dat is een milieu, een gevoel wat je dan creëert waar mensen ook weer op afkomen. Ik heb volgens mij Kees Jan Pen ooit horen zeggen in een soort seminar. Die zei van, als je niet kiest, zul je ook niet gekozen worden. Ik vond dat eigenlijk wel een mooie zin. En ik geloof daar ook in dit geval in. Als je kiest voor een bepaald profiel, voor een creatief profiel, en benut daar je instellingen voor, dan zien mensen dat ook veel sneller, omdat ze weten dat je ervoor gaat. En daar willen ze dan bij horen. Het tweede effect vanuit de creatieve kant is dat dat zich ook manifesteert in wat we even noemen reguliere economie. Door zich te verbinden met slimme mensen zal je ook zien dat in de accountancy of in de gewone reclamebusiness of in de financiële dienstverlening in de bredere zin bedrijven getrokken worden door een innovatief milieu waar mensen aan elkaar gekoppeld worden, waar nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Klein voorbeeldje, ik weet niet of mensen in Rotterdam, ik noem maar even een voorbeeldje Rotterdam, Tropicana, zegt iemand dat wat? Ja. Het oude zwembad. Nou, zieltogend tot een aantal jaar geleden. Ik heb de jongens en meisjes die daar met z'n zessen in zijn getrokken mogen begeleiden, afgelopen anderhalf jaar. Allemaal ZZP'ertjes, zeggen we dan even oneerbiedig, die allemaal een leuk ideetje hadden. Inmiddels is dat een bedrijf van bijna 30 mensen, want ze hebben zich met elkaar verbonden. Ze hebben andere mensen aangetrokken en ze zijn met grote spelers bezig. Met het gekke Rotterzwam van ze. Met een Unilever om nieuwe producten uit te denken en nieuwe recycle methoden uit te denken. En daar gingen ze dan met z'n zessen in een leegstaand zwembad. Weet je? Dus er kan wel degelijk, ook voor de reguliere economie, kan daar wat uitgroeien. Dat kunnen we ook crossovers noemen. En ik zie daar ook kansen in wat je gerust een beetje mag noemen de culturele kant van de creatieve sector. De fotografie, media gerelateerd, maar pop, muziek, de podia. Dat is een onderdeel waar Tilburg volgens mij voor een boom staat. Een boom die al een beetje aan het aankomen is, dat zie je terug op veel plekken, maar waar misschien wel een volgende schaalsprong ook mogelijk is. Er is in geïnvesteerd, er wordt in geïnvesteerd. 2.0 is nu onderweg en het is ook aan de ondernemers zelf om te laten zien dat ze there to stay zijn.
En ik denk dat dat in heel veel gevallen ook echt kan en dat ze zich bewezen hebben. En die kansen kan je als stad benutten. Ik heb nog geen vingertje gezien of ik heb hem gemist. Maar als ik mooi op tijd ben. Dus dat is het economisch hart van de strategie die ook gaat over wonen. En die ook gaat over ruimtelijke ontwikkeling van plekken. Waar Atat straks in het vervolg weer over gaat hebben. Oké, dankjewel. Hartelijk dank. Applaus mag best. Ik wil zonder enigszins tekort te doen, ook maar enigszins aan wethouder Mario Jacob, toch nog even de andere twee wethouders aan tafel. En of ze dan even andersom willen gaan staan, want anders heeft de wethouder Vries weer het licht op zijn voorhoofd. En dat is een beetje vervelend. Ja, voor de foto. En ja, precies. En mag ik Alex van Zundert, die zit in de zaal volgens mij, zou ook nog een vraag voorbereiden. Wat mij opvalt in allebei de voordrachten van net is, we zijn te weinig zichtbaar in de stad. Zichtbaarheid ontbreekt op alle punten. Wat gaan we daaraan doen? Er moet meer reuring komen. Hoe gaan we die reuring werkstelligen in de stad? Wat gaan we doen? Ja, nou, ik heb het in ieder geval niet zo opgevat dat er te weinig gebeurt in de stad, maar meer dat je meer van dat wat dichtbij je zit, nou, dat je dat meer zou moeten laten zien. We hebben het wel, maar we zien het niet. Ja, nou, ik ben daar groot voorstander van, om meer ruimte te geven aan wat er in de stad, wat ons maakt tot wie we zijn, om daar die ruimte op te geven. En dan heb je het vaak, hè, als we het hebben over wat gebeurt er nou in de stad, waar we trots op zijn, hè, wat op dit moment qua ontwikkeling van de binnenstad ook plaatsvindt, heb je het vaak over die hijskranen die er staan. Maar ik heb het dan veel liever ook over de initiatieven die worden genomen door, nou bijvoorbeeld, kijk toevallig Kees net in zijn gezicht, in het Waalgebied, als je kijkt naar de dwalerij die daar heeft plaatsgevonden het afgelopen jaar, dat is een initiatief, daar hadden we het al jaren over, maar het is nu het afgelopen jaar gebeurd en het was een schot in de roos. En daar zouden we veel meer van dat soort initiatieven, die bedenken wij niet, die worden bedacht in de stad. En het enige wat moet gebeuren is dat er ruimte aan wordt gegeven om ze te laten zien. En ja, dat is wat mij betreft precies raak bij wat net werd. Maar het viel wel op dat het tot twee keer toe zo werd benadrukt van we hebben het allemaal wel, maar jongens, kom er mee voor de dag. Als ja, en durf er ook trots op te zijn. Ik hoorde gisteren nog weer een quote op Nieuwsuur. Wij juichen met, Brabanders juichen met de handen in de zakken. Nee, je mag trots zijn op wat we hier hebben en dat ook uitdragen als zodanig. En dat proberen wij vanuit het stadsbestuur natuurlijk ook te doen, hè, maar het gaat niet om ons. Het gaat uiteindelijk om de stad en om een podium te geven aan dat wat er in de stad gebeurt. Ja. Even wethouder Vries, creatieve industrie of creativiteit, is dat ook echte economie? Want dat valt dan niet onder de wethouder van economische zaken, maar dat valt onder u. Waarom is die scheiding eigenlijk aangebracht? En dat wil ik toch even weten. Nou, voordat we hier een portefeuille kwestie... Maar nee, ik ben verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkelingen, onder andere Veemarkwartier en Spoorzone. Dat zijn toevallig plekken, ook in de visie, waar gedacht wordt dat voor een belangrijk deel daar kan landen. En dat overigens er al voor een belangrijk deel is. Kijk om je heen, zou ik zeggen. En dat is voor een deel ook gewoon keihard geld verdienen. Hier vlakbij in het prachtige Midi-theater zit Livevol, een start-up van Tilburgse jonge, pas afgestudeerde ondernemers. Die zijn hier aan de slag en die expanderen met jaar na jaar na jaar. En zo zie je heel veel van dat soort type bedrijvigheid. En wat we eigenlijk gedacht hebben is, zou het niet goed zijn om, en dat is volgens mij ook de opmerking die gemaakt wordt voor een deel van laat het nou wat meer zien. En niet ergens achteraf op een bedrijventerrein of onze kennisinstellingen aan de randen van de stad. Maar zorg dat samengebracht wordt in ons prachtige centrum. En zorg dat ze ook daardoor meer met elkaar kunnen gaan doen. Ja, hier in het Veemarkwartier hebben we dat al voor een belangrijk deel laten zien. Mijn buurman zei, ik vind het dapper dat u dat zegt. Dus ik wil graag dat u uw vraag of even... Ja, ik vind het dapper dat wethouder De Vries het Midi-debakel ten tonele voert. Dat is nog steeds een beetje toch een... Nou, volgens mij ging het over een bedrijf wat er bovenin zit. Dus, reageer op Midi. Ik denk van nou ja, goed. Nee, even, daar hebben we het nu niet over. Even, okay. U zal reageren op... dat is de verleden tijd. We zijn nu bij de toekomst bezig. Ja, dat staat ook in de nota. Hè? Laten we niet naar de verleden tijd kijken, maar naar de toekomst. Ja, oké. Okay. Dus als u naar de toekomst kijkt, wat zou u dan willen zeggen als het gaat om de creatieve industrie? Ja, dan moet ik allereerst zeggen dat ik het buitengewoon prettig vind dat ik hier sta. Okay. Want dit Duvelok hebben we natuurlijk jarenlang als Stichting Ateliers in Beheer gehad. En er zijn prachtige dingen op deze locatie gebeurd. Wat dat betreft
merk ik dat Stichting Ateliers wat dat betreft in deze culturele stad, want dat is het Tilburg, met het hoogste percentage opleidingen bij de Fontys Hogeschool voor de Kunsten van heel Nederland en Vlaanderen. Dus die voedingsbodem van kunst en cultuur in Tilburg is nadrukkelijk aanwezig. Dat we wat dat betreft inderdaad wel bijdragen aan de reuring. In Tilburg is elk weekend wel wat te doen. Okay. Alleen de verbinding, en verbinding is zo'n woord wat blijkbaar centraal is komen staan. De verbinding met bijvoorbeeld de city marketing en het kenbaar maken dat we boven de rivieren ook gezien mogen worden, die is nog slecht ontwikkeld. Dus wat wil u weten, of wil u iets vragen, of wil u iets meedelen, of wil u een referaat houden? Dat was de aanleiding van zo'n notitie van 30 pagina's. Dan denk ik, ik wil over heel veel dingen wat zeggen. Maar ik heb één vraag wat dat betreft. Ik weet niet welke wethouder zich het meest aangesproken voelt. Toen wij 10 jaar bestonden als Stichting Ateliers, hebben we een symposium georganiseerd. Daar hadden we de toenmalige baas van Heijmans, Bert van der Els, als gastspreker. En die zei, als ik met een probleem zit, dan kan ik mijn techneuten aan tafel vragen. Dan weet ik één ding zeker, dat ik een technisch georiënteerde oplossing krijg. Dus wat moet ik doen? Ik moet Daan Rozengaardes en andere kunst- en cultuurliefhebbers aan mijn tafel uitnodigen. Ja, nou uw vraag. En mijn vraag is tweeërlei. Ja? Hoe gaan we dat organiseren inderdaad met al deze spannende uitdagingen, dat we ook de kunst, de cultuur en de creativiteit aan tafel krijgen? En de eigenlijke vraag is, wethouders, de gemiddelde temperatuur van onze riolen in Tilburg is 18 graden Celsius. Wat kunnen we daarmee? Dat is een goede, daar komen ze makkelijk af. Maar we gaan even terug naar de vragen voor. Uw vraag die daarvoor kwam. Hoe kunnen we de creativiteit in de stad, hoe kunnen we die nou eens op een goede manier inzetten om ook het economisch beter te krijgen in de binnenstad? Want dat is wat we willen, een ondernemende binnenstad. Dus hoe gaan we van kunstenaars ondernemers maken? Misschien moeten we dat maar gewoon doen. Dus in ieder geval ondernemend mee laten werken. Ik vat de vraag op twee manieren op. Want het is aan die vraag, hoe gaan we van kunstenaars ondernemers maken? Je ziet dat dat vaak niet eens nodig is, want ze zijn dan vaak heel ondernemende types. Hè? Want als je borrelt van creativiteit, dan kun je er maar beter een uitlaatklep voor vinden. En het enige wat aan ons is, en dat zei ik net aan het slot van mijn antwoord, wij bieden als stad een podium aan die mensen. En dat zou ik graag zichtbaar ook bijvoorbeeld in de binnenstad terugzien. Dus op zichtbare en voor de hand liggende plekken. Ja, maar ze willen meedenken nieuwe dingen en nieuwe ontwikkelingen. Nee, maar ik denk als dat ergens kan, dan kan dat in Tilburg. Wij organiseren deze avond mede met jullie uiteraard, omdat wij ook op zoek zijn naar kritische reflectie en naar spontane creatieve ideeën. Die zoeken wij op. Die krijgen wij inderdaad, en daar ben ik het wel mee eens, die krijgen wij inderdaad niet altijd spontaan via de brievenbus in het stadhuis binnen. Dus die moet je opzoeken. Ik denk dat Tilburg is we worden toch buiten Tilburg vaak geroemd om de korte lijntjes die er zijn tussen het bestuur en de stad, tussen ondernemers onderling, tussen studenten en andere inwoners van de stad. Er zijn korte lijnen, mensen weten elkaar makkelijk te vinden. En het enige wat wij dus hoeven te doen is af en toe de ramen te openen en te zorgen dat die geluiden naar binnen kunnen komen. Dan zou het heel fijn zijn om deze nota bijvoorbeeld langs de cultuurnota 2017-2020 te leggen, want er zitten buitengewoon veel raakvlakken tussen deze twee notas. Kijk, een van de andere dingen die je dan ook moet doen, hè, is dat is die cultuurnota benoemd, dat je rondom je atelierbeleid, en dat is waar Alex een goede voorvechter voor is, dat je ook zorgt dat naast zeg maar de high-end creatieve economie, die wel zeg maar 100 tot 160 euro de vierkante meter kan betalen, dat je ook voor zeg maar creatieve ondernemers die in die andere categorieën aan de slag zijn en hele goede bijdrage kunnen leveren aan zeg maar die bredere processen waar Alex naar verwijst, dat je ook daarvoor plekken in je stad hebt. En dat hoeft niet altijd precies naast elkaar. Soms hebben we dat toch wel voor elkaar gekregen. Vindt u het belangrijk dat we ook in de binnenstad actief zijn? Hier in het Vema-kwartier hebben we dat in beperkte mate nu voor elkaar gekregen. En ik hoop dat we dat straks ook in de spoorzone, die mix, en dat is bijna dezelfde mix die je ook bij wonen nastreeft, dat je ook die mix van die verschillende type ondernemers bij elkaar kan krijgen. Niet vanuit een soort maakbaarheidsgedachte dat daarna iets gaat ontstaan en een antwoord op die rioolvraag gaat komen. Waar ik overigens in mijn hoofd nogal steeds mee bezig ben. Dus misschien dat u straks wel met het antwoord kan komen.
Want anders heb ik vannacht weer een probleem. Maar Google, ja, precies. Maar dat is voor een deel het antwoord. Oké, en dan heb ik nog even een laatste vraag aan uw buurman. Er wordt gesproken over, en dat zie je ook op heel veel punten, jonge mensen of jonge ondernemers koppelen aan het MKB of het grote bedrijf. En we hebben natuurlijk in deze stad heel veel MKB. En van MKB is ook wel bekend dat het altijd best wel moeilijk is om de mensen uit hun werk te krijgen. Want ze hebben het allemaal heel druk en ze willen allemaal gewoon echt ondernemen en ze willen gewoon geld verdienen. En hoe krijg je nou die ondernemers in die stad die gevestigd zijn hier, gekoppeld aan die jonge mensen die eigenlijk allemaal wel willen en op zoek zijn naar die crossovers? Ja. Nou, het mooie vind ik wel van de Tilburgse economie is dat je ziet heel veel ondernemers, ook MKB-ondernemers, die gewoon hart voor de stad hebben en hart voor hun omgeving. En die zijn dus, die zullen dus nooit een uitnodiging om mee te doen, om mee te denken of jonge ondernemers te begeleiden afslaan. Die zullen altijd komen dat en zullen altijd tijd en energie erin zetten. Okay, dus u verwacht wel dat dat wel gaat werken? Ja, nou, je ziet dat bijvoorbeeld een mooi initiatief waar we overigens ook samen aan werken is Station 88, het ondernemershuis in de spoorzone wat wordt opgezet. Daar zie je ook dat een uitnodiging vanuit het bestuur van Station 88 aan bijvoorbeeld gerenommeerde ondernemers in onze stad en dienstverleners in onze stad, dat die ook van harte wordt geaccepteerd en dat ze allemaal bereid zijn om mee te denken, maar ook mee te investeren in tijd, in geld, in mensen, om te zorgen dat dat initiatief ook gaat groeien en bloeien. En dat wordt nou echt zo'n plek waar, zeg maar, de mensen die nog niet in staat zijn om commerciële tarieven te betalen voor een huisvesting, of die nog niet in staat zijn om mensen aan te nemen, maar die wel worstelen met vragen over ontwikkeling van hun bedrijf, zichzelf en hun omgeving, waar die kunnen aanlanden als het ware in zo'n ondernemershuis. En dus groeivragen, groeistuipen kunnen doormaken en ook samen kunnen groeien. Okay. Mede onder begeleiding van juist die ondernemers. Oké, okay, nou mooi. Daar komen wij straks op terug. U mag weer op de bank plaatsnemen. U ook, dank u wel. En Henriët neemt het weer van mij over. Ja, en Atte Bont ga ik weer het woord geven voor het laatste deel van deze presentatie. Ja, dank u wel. Goed, het laatste stuk gaat met name over de aantrekkelijkheid van de stad. We hebben nu een aantal dingen gesproken over voorzieningen, detailhandel, horeca, werkgelegenheid, wonen. En geconstateerd is, op al die fronten moet je iets doen in de stad, maar we hebben het gevoel, dan ben je er nog niet. Je moet meer doen in de stad. En er kan ook meer in de stad. En dat heeft iets te maken met de ruimtelijke uitstraling van de stad. En dat hebben we genoemd meer stad worden. Of misschien wel stad worden. Het woordje verbinden is al vaak gevallen. Met name in niet-fysieke zin, maar wij willen het ook wel even in fysieke zin een brugje maken. Als je het moet samenvatten, kun je het misschien wel samenvatten in drie icoontjes, wat we daarboven genoemd hebben. Links, compacter worden, dichter worden. Er mag wel meer gebouwd worden in de stad. En dan heb ik het niet over hele hoge torens, maar compacter, dichter, zodat er meer mensen wonen en het ook aantrekkelijker wordt. Nogmaals, komt volgens mij denk ik voor de derde keer die foto terug. Maar ik vind het zo'n mooie foto. dat kan op een kleinschalige manier, maar dat kan natuurlijk ook op een grootschalige manier, à la de Piershaven. Het tweede thema is verbinden. En dan vind ik eigenlijk de fietstunnel natuurlijk hier, de Willem II-tunnel, passage richting de spoorzone, een hele mooie. En de opgave is denk ik om met name de cityring, of misschien wel het erfenis, of het effect van de cityring op een aantal plaatsen te slechten. Zodat er betere verbindingen komen tussen de oude binnenstad, binnen de cityring, en de gebieden naar buiten toe. Een mooi voorbeeld vind ik is de betere verbinding tussen de Piershaven en de binnenstad. Nu via de, Pierstraat. En eigenlijk als je het niet weet, je komt niet in de Pierstraven. Je komt er niet, je ziet niet dat dat onderdeel van het centrum is. En terwijl het eigenlijk maar een heel klein stukje is. Een stukje Koopvrijstraat, Pierstraat, beter inrichten, mooiere voorzieningen, aantrekkelijker voor wandelaars, voor fietsers. Waardoor dat echt weer een logisch onderdeel gaat worden van de binnenstad. Dat is een hele concrete opgave. Een tweede concrete opgave is een betere verbinding met het museumdistrict, waar het textielmuseum is en de pont via de gasthuisring naar de spoorzone. Sinds de achterkant van het station, sinds de spoorzone open is en sinds de achterkant van het station open is, is dat echt bijna letterlijk en figuurlijk een steenworp. Dus maak die verbinding beter, zodat mensen die daar naar een museum toe gaan ook verleid worden om vervolgens naar de binnenstad toe te gaan. En omgekeerd, dat zijn hele concrete dingen, zodat je de binnenstad beter kunt verbinden met zijn omgeving. En de spoorlaan, kom ik nog even op terug, vind ik een hele belangrijke en misschien wel de belangrijkste daarin.
Dat gaat over het thema verbinden. En het derde woordje staat hier, aantrekkelijker. Tilburgse binnenstad mag wel aantrekkelijker en groener worden. Ik krijg vaak te horen, het is een stenige binnenstad. En dat klopt ook. Er is relatief weinig groen. En het groen wat er is, is verborgen. Of het nou achter 013 is, of het stadspark achter de oude dijk inderdaad. Ja. Dat soort plekken, het groen is er wel, maar het is gewoon slecht zichtbaar en slecht verbonden met de binnenstad. Dus maak alsjeblieft die stad aantrekkelijker en ook groener. En dat kan op allerlei plaatsen. Want eigenlijk, zoals een muzentuin, zijn hele mooie voorbeelden. En hier ziet u het Koningsplein, dat zijn minder goede voorbeelden. Meer stad worden betekent ook beter verbinden. Ik zei het al, ik probeer wel eens een stad samen te zeggen. Een stad is een soort legpuzzel. Het zijn allemaal kleine brokstukjes en samen vormen die een binnenstad en een stad. Je kunt niet zeggen, de binnenstad houdt op bij de Cityring en bij de Brokslaan. Nee, die binnenstad loopt ook weer door richting het Veemarktkwartier, richting Sint-Anna, richting de Bomenbuurt. En dat is als het ware een puzzelstuk, allemaal verschillende stukjes en samen vormt dat de stad. En Tilburg heeft al een fors aantal stukjes goed gelegd en nu is de opgave om die puzzel af te maken. Hoe kun je dan die puzzel afmaken? Ik laat alleen maar een paar impressies zien. Even terug. Dit zijn al die delen. Ik ga ze niet allemaal behandelen. Daar heb ik niet de tijd voor. Ik pak er een aantal uit. Als eerste dat kernwinkelgebied. Ga dat verder doorontwikkelen. Eigenlijk ga door op de weg die al ingeslagen is. Met het masterplan Stadskantoor 1. Met de nieuwe doorbraak Pieter Vredeplein richting Emma Passage. Ga daar alsjeblieft mee door. Achterstallig onderhoud. Zorg dat dat weer up-to-date, een goed kernwinkelgebied is, compact en compleet. Hier staat het samengevat. Een goed geconcentreerd winkelrondje, verbeteren van de Emma-passage en Pieter Vredeplein en transformatie van plekken die minder sterk zijn. Zo'n Koningsplein, maar bijvoorbeeld ook het stuk bij de Schouwburgpassage met die kioskjes, is nou ook niet het meest fraaie deel van de binnenstad. Alsjeblieft, ga daar ook mee aan de slag met dat soort plekken. Het Waalmilieu. Prachtige plek, prachtige plekken, maak het nog mooier. Ik loop er wel eens 's avonds rond. En natuurlijk, de woonstraatjes moeten lekker rustige woonstraatjes blijven. Maar de hoofdlinten, of het nou de Noordstraat is, of de Stationstraat, of de Tuinstraat, of de Willem II-straat, daar mag ook 's avonds wel iets meer dynamiek ontstaan. Als ik daar 's avonds loop, is het vaak helemaal leeg en loopt er niemand meer rond. Zorg voor meer reuring, zorg via bestemmingsplannen en op allerlei manieren dat er de ruimte is voor meer ondernemen en voor meer horeca, voor meer winkels en ook voor meer wonen, dus voor meer vitaliteit in dat gebied. U ziet het hier staan, breidt het ook uit in westelijke richting en ruimte voor meer mix in de hoofdlinten en inbreiden voor meer wonen en dat kan ook voor expats zijn. Het derde gebied, wat ik kort wil memoreren, is de spoorzone. Ergens heb ik het gevoel van dit is echt de place to be op dit moment in Tilburg. Hoe snel het gegaan is. Een paar jaar geleden was er nog niks te doen, natuurlijk. Het hek was ook nog dicht natuurlijk. Maar als ik zie hoe snel dat gegaan is, hoe snel daar die horeca er zit, de Hall of Fame, al die ontwikkelingen, 88, de lokhal als die af is, ergens heb ik het gevoel, dit wordt een hele belangrijke kurk voor Tilburg. Toen ik hier 10 jaar geleden woonde, had je al die plekken nog niet. Dan was je aangewezen op de binnenstad en je moest eens weten hoeveel er nou veranderd is. Wat voor extra kwaliteit dit soort plekken kunnen toevoegen. En voor die nieuwe stedeling en voor die nieuwe ondernemer zijn dit juist de interessante plekken. En ergens heb ik ook het idee, zo'n soort plek met die cultuurhistorie, met die kwaliteiten, meteen naast een station, dat kom je gewoon nergens in Nederland tegen. Echt niet. Als je dat vergelijkt met stationsomgevingen in Breda, houd maar even in Brabant, in Eindhoven of in Den Bosch, daar heb je niet die kwaliteit van die cultuurhistorie op een super bereikbare plek. En maak daar alsjeblieft gebruik van. En dat ziet u hier terugkomen. Nieuwe stedelijke mix, uniek in Brabantstad, innovatieve woonconcepten, juist daar kan dat. Ga door alsjeblieft met die gebiedstransformatie. En jullie zijn al wat dat betreft absoluut op de goede weg. Ga nadenken over juist al die dingen die Damo aan refereerde, of die grotendeels daar een plek kunnen gaan krijgen. En als laatste, wat ik wil laten zien, is de spoorlaan. En de spoorlaan, en deze collage proberen we dat een beetje mee uit te stralen, dat is natuurlijk nu een soort transportas.
En eigenlijk moet je daarvan af. Je moet af van het idee dat het een transporttas is en het moet een gebied worden. Het moet een gebied worden waarbij de auto te gast is en waarbij dat economisch een heel belangrijk gebied gaat worden. Al die kantoren die daar staan, stammen uit de periode 1950 tot 1970. Klein deeltje staat leeg. Ga dat alsjeblieft transformeren. Ga ook kijken of je de noordkant van de spoorlaan, dus tussen het spoor en de doorgaande weg, of je die kunt herontwikkelen. Dus eigenlijk bij de passage waar nu die tijdelijke fietsenstalling staat, waardoor het echt een aantrekkelijke stadstraat of een boulevard gaat worden. Ergens heb ik ook het gevoel, als je dat niet goed doet, dan zou het wel eens kunnen betekenen dat die spoorzone heel goed gaat ontwikkelen en dat er van al die mensen die daar komen maar een heel klein deel naar de oude binnenstad toe gaat. Dus ergens heb ik het gevoel, die spoorlaan, daar ligt echt de kans om die twee delen, spoorzone en oude binnenstad, goed met elkaar te verbinden. Dus echt, ik zeg het heel bewust, veel aandacht moet uitgaan naar een goede inrichting van de spoorlaan als een economische boulevard. Hier ziet u een aantal dingen van die terugkomen. Verbeteren kwaliteit, openbare ruimte. De noordzijde wellicht invullen met kleinschalige ruimtes. En leegstalende kantoren. Kijk ook of je die aantrekkelijker kunt maken en kunt transformeren voor het nieuwe wonen. Misschien wel voor die expat of nieuwe werkconcepten. Er zijn allerlei gebieden, dingen mogelijk in die hele zone. Vanaf de hoek bij de banken die hier liggen. Helemaal tot die kant, tot het hoekje bij de Knechtselgarage. In die hele zone ligt een hele grote kans. Nou, dit is het laatste gebied. Dit is het laatste gebied wat ik aan de orde wil stellen. Ik heb er nog veel meer, maar gezien de tijd. Ik weet niet of ik al een vingertje heb gehad, maar nee, het is keurig binnen dat de tijd. Dat voel ik ook. Nog 1 minuut over, bedankt. Tot zover. Dan wil ik de heer Jacobs naar voren vragen. En ik vraag ook alvast Kees Steenga, ja, of je mag zo meteen plaatsnemen. Misschien moeten we voor de administratie eerst even de vraag van Alex van Zundert nog beantwoorden over het riool. Dat is 18 graden. Ja. Waarom is dat eigenlijk 18 graden en wat kunnen we daarmee? Nou ja, inderdaad, op het lijstje zie je riolering niet staan. Dus, het kan zijn, ik heb er vergeef, iets omwille van de Alex ruimte. De omissie. Ja, het belangrijkste onderwerp van deze avond, riolering. Fijn dat ik daar eindelijk eens een keer over mag praten. Normaal gebeurt me dat nooit. Dus, het mag wel kort, wat mij ik heb een half uur, dacht ik. Ja. Nee. Riolering, een van de belangrijkste onderwerpen van onze stad. Gemiddeld 18 graden is de temperatuur en dat is een terechte constatering, daar kun je iets mee. We zijn nu ook bezig met een onderzoekje om te kijken of we iets kunnen met die constante warmte. Kun je daar warmte uitwinnen of energie uitwinnen? Dus ik hoop daar binnen nu een aantal maanden een uitspraak over te kunnen doen of we daar daadwerkelijk iets mee kunnen. Ik vind jou een creatieve. Kijk, kijk. Okay, dus daar komt u nog op terug. Dank dan u wel. Gaan we even weer terug tot de orde van deze avond. Er werden al veel aanbevelingen gedaan door Attebond om de stad aantrekkelijker te maken. Er zit maar 24 uur in de dag, ook in uw dag. Waar gaat u prioriteit aan geven? Ja, eigenlijk, ja, al het goede komt in drieën. Ik zou zeggen mobiliteit, groen en ruimtelijke kwaliteit. En dat haakt ook heel mooi in op de aanbevelingen die zijn gegeven als ik het over mobiliteit heb. De spoorlaan is al genoemd. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Dat is van deel ook een breinbreker, want je hebt natuurlijk een doorstroming van autoverkeer. En tegelijkertijd wil je de oversteekbaarheid van station en de spoorzone naar het kernwinkelgebied, dwaalgebied, wil je optimaal faciliteren. En de tweede prioriteit? Groen. Ja, ja, dat werd ook al genoemd. We moeten onze stad gewoon vergroenen. Waar zou u dat willen doen in de stad? Ja, dat is een hele spannende, want de ruimte is natuurlijk beperkt. En twee, ik hoor tegelijkertijd ook roepen, we moeten nog meer verdichten. En hoe meer je verdicht, hoe minder ruimte voor groen er daadwerkelijk is. Maar er is wel heel veel steen in de stad. Ja, en die stenen, wat mij betreft, gaan er zoveel mogelijk stenen gewoon uit. En op welke plek zou u dat graag willen doen? Nou, waar de kans maar is, er werd al gekscherend gezegd door iemand van ja, eigenlijk moet je gewoon even een jaartje het onkruid laten staan. En daar waar het onkruid niet is weggelopen, betekent dat er de tegels niet nodig zijn, kun je ze eruit halen en zet je groen neer. Maar dat is misschien veel te gemakkelijk gedacht. Al is het wel creatief, hè, Alex. Maar wat we nu aan het doen zijn, we hebben een planteam openbare ruimte nu ingesteld. Die samen met ons meedenken, mensen en partners uit de stad. Hè. En er zit ook de KNNV bij, zeg maar de veldbiologen en Stichting Stadsbomen. En die helpen ons ook mee om te kijken waar kun je op een creatieve manier omgaan met groen.
Want groen, één, je kunt het op maaiveld doen, maar je kunt ook denken, kun je creatieve manieren bedenken om het op verticaal ergens kwijt te kunnen dan wel op het dak. Want het is niet alleen nodig voor je de biodiversiteit en überhaupt het aangenamer verblijven in de binnenstad, maar ook voor de temperatuur. Want je ziet ons klimaat veranderen, het wordt steeds heter. En als je alleen maar steen hebt, ja, dan kook je gewoon weg in je binnenstad. Nu, op een hete dag, is er al een verschil van 8 graden tussen de binnenstad en het buitengebied. En dat wordt alleen maar meer. En ja, je hebt op een gegeven moment ook groen nodig om gewoon goed te kunnen vertoeven in je kernwinkelgebied. Ja. En zou dat ook iets kunnen zijn voor de spoorlaan? Ik hoorde de spoorlaan moest een economische boulevard worden. Hij heeft ook al wat aanbevelingen gedaan, Ad, voor een aantal dingen om het opnieuw in te richten. Is daar ook plek voor groen? Daar is plek voor groen. Want, wat zijn uw ideeën voor de spoorlaan? Het is niet echt een goede entree naar de stad. Nee, als je het station uitkomt. Dat hopen we te veranderen. Je ziet nou wel dat we een verandering hebben aangebracht bij waar vroeger de VGZ zat, het VGZ-kantoor. Bij de Knechtel, daar om de hoek. Maar vroeger lag er gewoon gras. En nu zie je er al dat daar gewoon bloeiende bloemen zijn. Dus het is een hele andere beleving als je daar loopt en bent. En je wilt er zelfs ook blijven in plaats van zo snel mogelijk doorlopen. En die sfeer moet je ook zien te creëren aan de spoorlaan. En die ruimte is er en die ruimte moeten we gewoon pakken. Als gaat om groen. En wat ook van belang is, er werd de term boulevard al genoemd. Bij een boulevard wil je gewoon zijn en niet weg zijn. En we moeten ons realiseren dat dan de straat veel meer is dan een weg. Want je onderneemt daar, je woont daar, je wilt daar gewoon zijn. En hoe creëer je die sfeer? Die doe je met groen. Dat zorgt ervoor dat je de mens centraal stelt en niet het voertuig. En dat betekent dat je ook iets moet doen aan de oversteekbaarheid van de spoorlaan. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn in de stad. En terecht werd gezegd, het is een transportbaan. Maar die transportbaan is bijna een soort gracht. Ook een mentale gracht die je over moet om naar het kernwinkelgebied en het dwaalgebied te komen. En dat is de kunst om die indruk weg te halen. En hoe gaan mensen de binnenstad dan vinden? Want als je nu het station uitloopt, de Stationstraat, nodig misschien niet echt uit. En de Willem II-straat is eigenlijk wat uit het zicht als je uit het station komt. Dat klopt. Dat kun je voor een deel oplossen met puur met inrichting. Ja. Mensen bijna natuurlijk geleid worden naar de toevalswegen van het dwaalgebied en van het kernwinkelgebied. En los daarvan zijn we op dit moment, en Erik de Ridderaar staat mee bezig, met een project Verbindingen bezig. Om ook op innovatieve manieren bewegwijzering aan te leggen. Maar ook met kunst een natuurlijke route naar je binnenstad te creëren. En overigens niet alleen naar je binnenstad, want het werd gezegd museumkwartier. Als je aan de achterkant of de voorkant, dat is nu inmiddels onduidelijk, het station uitloopt. Twee voorkanten, dankjewel. Als je bij de andere voorkant het station uitloopt, dan is de vraag van het textielmuseum De Pont, waar is dat dan? En er moet een natuurlijke geleiding komen, waarbij je het idee van ik moet, als je daar de andere voorkant uitkomt, dat je voelt dat die kant moet ik op. En dat is wel daar zijn we nu hard mee bezig. En zit dat dan bijvoorbeeld in de bestrating? Dat zit in de bestrating, dat zit in de beplanting, dat zit in de bewegwijzering en dat zit in de symboliek die we aanbrengen in het gebied. Oké, goed. Dat is dus nog een grote opgave. Ik wou de heer Stegenga nog even naar voren vragen. U had een vraag over het dwaalgebied. Ik denk dat ik Ja, dat kan ook. Ja. Deze telefoon doet het ook. Of microfoon. Natuurlijk gaat het over het dwaalgebied, want als Ad 4 keer diezelfde foto naar voren trekt over die mooie intensieve laagbouw, want daar gaat het dan over. Hè? Er zou op de binnenterreinen, daar was een kaartje, daar kon je zien voor die nieuwe generatie in de spoorzone, woon je anders dan in de Piershaven, maar in het dwaalmilieu kan, op een bescheiden manier, dus niet in grote aantallen, kun je de bebouwing intensiveren en het bureau heeft dat genoemd intensieve laagbouw. En dan zijn dat groene woonhoven, dicht op elkaar, voor jonge mensen, zou geweldig kunnen zijn. En in een bijlagenboek staan prachtige fotootjes nog die dat aangeven. Maar ik werd wel getriggerd door twee dingen. De eerste is dat het terreinen zijn waar nu auto's op staan. Soms zijn dat gemeentelijke terreinen, soms zijn dat particuliere terreinen. Je kunt ook in die achtertuinen van particulieren zou je daar al iets kunnen doen. Kortom, er zijn heel veel eigenaren, dus het wordt een ingewikkeld proces om het aan te pakken. Maar als je daar mag bouwen, dan creëer je eigenlijk waarde, bestemmingswaarde. Want iets wat een tuin is of een stuk steen waar een auto op staat, dat wordt in één keer misschien een prachtige woning. Of meerdere woningen. Dus dan denk ik ook van, waar moet het geld naartoe? Waar blijft dat eigenlijk? Want je creëert in één keer van niets gratis geld en misschien wel veel.
Kan het geld, en ik weet niet wie hem wil beantwoorden, maar het is wel interessant om erover na te denken, dat het geld dan onmiddellijk wordt geïnvesteerd ook weer in hetzelfde dwaalgebied. Dus niet verdwijnt ergens in een algemeen. En hoe gaan we dat dan doen? Want dan zou je bijvoorbeeld het geld heel goed kunnen gebruiken voor het investeren in groen. Dus er zit een vraag voor een ontwikkelstrategie achter. Wat doen we met het geld? Nou, dat vind ik wel spannend. De andere is, die raakt eigenlijk een praktisch en best actueel probleem wat we tegenkomen. We hebben een projectje wat nu gaat lopen van het schoolgebouwtje uit de 70e jaren aan het Burgerijpad, Korte Schijfstraat. Daar wordt een project nu gemaakt waar ook gesproken is met de buurt enzovoort enzovoort. Allemaal zoals het hoort. En ja, iedereen zegt dat kan hartstikke leuk worden. Eigenlijk een vorm van intensieve laagbouw en van collectief particulier opdrachtgeverschap. Bomen blijven bestaan, groen, er mag nog een speelterreintje bij gemaakt worden enzovoort. En toch in een gesprek, als het bestemmingsplan komt en mensen kunnen gaan reageren, dan zeg je ja, maar er wordt iets gezegd over parkeernormen. En dan zeggen de mensen uit de omgeving, ja, maar daar parkeren we onze auto en wij zien dit. En de gemeente zegt, ja, we hebben parkeernormen en het klopt wel, dus je kunt over hetzelfde op twee manieren rekenen. En dan plotseling blijkt de discussie over die auto, met name waar die moet staan, die blijkt heel erg belangrijk te zijn. En als je die gebieden, wat vooral parkeerterreinen zijn, zegt van dat zijn prima milieus om te intensiveren, dan moeten we met elkaar denk ik ook het gesprek aan over ja, wat is onze verwachting voor de toekomst van die auto, waar moet die staan, hoe ver zijn wij bereid om te lopen, wat zijn de parkeernormen. Die vraag gaat inderdaad over waar gaan we parkeren. Ik zie al een soort van spanning ontstaan tussen de ene kant die intensieve, als je gaat intensiveren, in het Waalgebied, met intensieve laagbouw, zo heet het ook. En het kan prachtig worden. Het gaat over gebieden waar nu auto's staan. Ja. En we moeten daar iets. En daar gaan die bewoners dan straks hun auto parkeren. En waar gaat hun bezoek straks de auto's parkeren? Ja. Okay. Wat gaan we accepteren? Zullen we het eerste deel van de vraag even door Berend de Vries laten beantwoorden? Of? De hoofdvraag moet Mario volgens mij beantwoorden. Maar er zat een vraag voor dat kost ook geld, hè? Volgens mij in de algemene zin, ik wil de grote opgave in de binnenstad, dan heb je het over spoor, zand, Piershaven, het winkelrondje, zijn dat ontwikkelingen die per saldo de overheid gewoon geld kosten. En ik verwacht ook niet dat dit soort type opgaven überhaupt heel veel het grondbedrijf op gaan leveren. En misschien, maar dat is maar meer een aanname, zonder dat het een begin van een onderhandeling is voor een individuele opgave, zeg ik maar even erbij. Kan het ook leiden tot op dat soort plekken dat ook vanuit het grondbedrijf er misschien wel een bijdrage moet plaatsvinden om die kwalitatieve vraag die eronder zit, waar Mario gewoon een antwoord op moet geven, om die voor elkaar te krijgen. En we hebben een grondbedrijf om ontwikkelen in onze stad te faciliteren en niet om geld te verdienen. Dat is niet het doel van ons grondbedrijf. Goed, en dan de tweede vraag over het parkeren. Waar gaan al die nieuwbewoners en hun bezoek parkeren in het Waalgebied? Ja. En de bestaande bewoners? Ja, in zo'n binnenstad waar veel functies bij elkaar komen, is het gewoon woekeren met de ruimte. Je merkt dat meerdere partijen willen dezelfde ruimte gebruiken en dan moet je gaan kiezen. En wat eronder schuilt is de vraag, wat voor stad wil je zijn? Wil je een stad voor mensen zijn of wil je een stad voor auto's zijn? En wat je merkt is, als we het over auto's hebben, we één ding vaak over het hoofd zien, namelijk dat een auto echt ruimte inneemt. En dat is terecht wat Kees zegt. En die ruimte die zou je ook voor andere dingen kunnen benutten. Namelijk voor woongenot of voor kinderen die überhaupt willen spelen op straat. Maar ja, dan is de volgende vraag. Als je verdicht en er komen meer mensen wonen, die brengen vaak een auto mee. Waar blijft die auto? Nou, je zou meer kunnen gaan denken aan dubbel gebruik bijvoorbeeld van parkeergarages. Niet alleen van bezoekers, maar ook van bewoners. Kijken of je gebruik kunt maken van de tijden dat het wat minder druk is. En dat dan bewoners daar gebruik van kunnen maken. Maar het meest interessante vind ik, als je in een binnenstad echt gaat wonen, misschien moeten we dan kijken of we dan andere manieren van vervoer kunnen kiezen. Laten we bijvoorbeeld kijken, als je een afstand aflegt van onder de 3 kilometer, dan denk ik, daarbij te gek als je met auto gaat, probeer dan met de fiets te gaan. Dat is er zo één. Als je het hebt over werkgevers in de binnenstad, kunnen we niet kijken of we samen met die werkgevers de werknemers buiten de stad kunnen laten parkeren en op een andere manier naar de binnenstad kunnen laten gaan. En we moeten dus heel creatief zijn en echt aan een gezamenlijke aanpak, samen met bewoners, met ondernemers uit de binnenstad, over hoe je ervoor zorgt dat die autodruk uit de binnenstad weggaat, zodat we daar
meer dingen kunnen doen die toegevoegde waarde hebben voor de mens en voor de stad. En dat vind ik een hele spannende en daar komen wij alleen niet uit, maar dat moeten we samen doen. En ik denk dat we daar al voorzichtig stappen in het zetten zijn. In het Waalgebied zijn we net gestart met zo'n traject. Dat is pas een begin, maar ik hoop dat we daar flinke kunnen doorpakken. En als je het hebt over de kwalitatieve vraag, waar net Berend naar hintte, over het grondbedrijf, en waar ga je dan beginnen met geld op inzetten? Nou, het idee van jou om meer in te zetten op kwaliteit, dat vind ik een hele goede. Want uiteindelijk zullen we het in deze stad van kwaliteit moeten hebben. Je had het over expats. Ja, expats die willen natuurlijk ergens wonen, die willen kinderen ergens naar school brengen, maar die willen ook wonen in een omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. En daar komt kwaliteit om de hoek kijken, want ik vind als Tilburg moeten we geen stad van zesjes zijn, maar een stad van achten. En dat kunnen we met elkaar, maar dan moeten we gewoon elkaar vasthouden en soms inderdaad niet juichen met de handen in onze zakken, maar voluit en zeggen wij zijn een stad waar een acht gewoon gescoord kan worden. En we moeten af van het idee dat een zes genoeg is, want daar moeten we ons echt niet door een pak laten naaien. Oké, goed. Dat is helder. Ik wil u bedanken voor het antwoord nu, tot nu toe. U mag weer plaats gaan nemen. Zometeen komen alle wethouders hier weer vooraan. En dan wil ik graag Kees-Jan Pen uitnodigen om hier te komen staan op de plek waar de wethouder net stond. Ik zal u even voorstellen, u bent ook sociaal geograaf. U heeft zich bij kennisinstelling Platform 31 bezig gehouden met de binnensteden. En momenteel bent u lector bij de Fontys, verbonden aan het lectoraat De Ondernemende Regio, als ik het goed zeg. U publiceert ook veel opiniestukken. Onlangs hield u in het Brabants Dagblad nog een pleidooi voor de ondernemende binnenstad. Binnensteden moeten zich veel meer gaan profileren ten opzichte van elkaar. En de binnenstad moet ondernemender worden, vindt u. U heeft het allemaal gehoord, u heeft de visie gelezen. Slaat Tilburg met deze visie nu de goede weg in wat u betreft? Ja, dat is denk ik geen publiek geheim. Wat Tilburg nu aan het doen is inderdaad harde keuzes maken. Ik denk als een van de enige binnensteden herstructureren en dat gewoon nodig is. Dus dat betreft kun je daar heel positief over zijn. Er werd al een paar keer keuzes worden gemaakt. Je ziet heel duidelijk de binnenstad ook vanuit realisme compact en compleet. Dat vind ik ook heel mooi. En je kijkt naar een paar elementen rondom die binnenstad, hoe je het kan versterken. Dus volgens mij zijn die richtingen gewoon hartstikke goed. Alleen ja, inderdaad, de pijnlijke keuzes die komen daar dan bij kijken. En die werden al genoemd. Dus volgens mij is dat ook hartstikke goed. Want ja, dat betekent ook dat sommige gebieden misschien het niet meer gaan worden of moeten transformeren. En inderdaad dingen als parkeerplaatsen. Je zult het over al die aspecten moeten hebben. Want als je kijkt naar alle ambities, ja, zal er misschien ook ergens wat minder moeten gaan worden. En nou ja, ik vul maar de wethouder RO aan. Kijken naar het autogebruik. Als je gewoon kijkt naar trends, het autogebruik neem maar af. Kijk naar wat deeleconomie kan doen. Misschien moeten straks even heel ambitieus gaat straks de binnenstadsorganisatie ook een soort deelauto leveren die gewoon wel een soort fulltime service is, waardoor je gewoon veel minder parkeerplekken nodig hebt. Want eigenlijk wil iedereen dat. Alleen je wilt tegelijkertijd ook meer wonen en voor sommige bewoners is die auto belangrijk. Ja. Maar de meeste mensen, bezoekers, toeristen, ondernemers, soms is ja, blik is toch vaak ook wel een beetje een lelijkere plek. Ja. Ja, dus als je daar creatief mee om kan springen, en zeker met circulariteit. En dat vind ik wel een punt van aandacht. Ik heb het woord circulair en duurzaamheid best wel weinig gehoord nog. Dus ik heb wel het gevoel dat, natuurlijk is het goed om economie voorop te stellen, maar volgens mij kan economie alleen groeien door het samen te nemen met duurzaamheid. Ja. En waarin vindt u Tilburg met deze visie nou echt in uitspringen ten opzichte van andere binnensteden? Wat... Naast dat er wordt gesloopt, wat hartstikke goed is. Dat vindt u heel goed. Waarom vindt u dat zo goed? Nou, omdat je gewoon een paar rotte kiezen hebt. Iedereen kent waar je ook vandaan komt in je stad of dorp wel een pand dat je zegt, hadden we maar een fonds om gewoon weg. Ja. Dat wordt gewoon niks, dat is niks. Helaas zijn dat soms in dat V&D-panden. Kijk naar bij Berg op Zoom, Os. Ja, had je daar maar een sloopfonds, het voegt gewoon niks toe. Platdrukken en opnieuw beginnen. En er zijn gewoon een aantal plekken waar dat gewoon moet gebeuren. En dan kun je allemaal omheen punniken met wat mooie gevelreclames. En dat gebeurt hier gewoon. En dat, op meer plekken moet het gebeuren. Dus dat vind ik heel positief. Ik denk wel, als je dan toch zo'n stap zet, je hebt nu zo'n momentum. Nou, dat is denk ik ook mijn pleidooi voor zo'n fonds. Dat je gewoon helaas in Brabant te vaak toch nog ziet dat het een beetje blijft hangen bij een part-time binnenstadmanager. Die in zijn eentje moet doen. En daar moet ook gewoon middelen dan bij. U heeft het over een fonds, dan heeft u het over het ondernemersfonds. Ja, maar liefst een echt binnenstadfonds. Een waarbij, echt binnenstadfonds. Waarbij je ook kan zeggen, stel, hè, je maakt nu een keuze, we bouwen 1000... Dat zeggen duizend, we gaan echt voor duur wonen. Dat je een deel van die opbrengst ook gebruikt om bijvoorbeeld andere plekken die het moeilijker hebben
of wat duurzamer te maken of inderdaad een pand te slopen, daarvoor te gebruiken. Dus ik bedoel ook, en dat is het idee van een binnenstad runnen als een bedrijf, dat je plekken die het heel goed doet, een deel daarvan kan gebruiken om plekken waar je het gewoon, of waar dan iedereen denkt, ja, dan moet de overheid weer betalen, dat je daar via een soort fonds over na gaat denken. En dan heb je ook een professionele organisatie nodig. En dat zie je in heel veel binnensteden is nog wel een ding. Ook in Eindhoven, waar wel nu flink wat tonnen ondernemersfonds is. Maar daar zie je toch iedereen, ja, ook misschien een beetje te Brabants naar elkaar kijkt. Hè? De Vereniging van Eigenaren, ondernemers. Men eet wel een Brabants of een Bosse Bolle, wat dan ook maar. Dat echt wordt doorgepakt. Er is nog wel heel veel overleg en bureaucratie. Het lijken bijna gemeenten, zeggen ze dan. Terwijl gemeentes veel sneller soms gaan dan die betrokken ondernemers en eigenaren. En op dat gebied, ik denk in Tilburg met zo'n visie, moeten die eigenaren in de binnenstad ook echt nu stappen gaan zetten. Want... Ja, dus uw belangrijkste aanbeveling is eigenlijk zo'n binnenstadfonds. En aan dat binnenstadfonds, daar moeten ook de ondernemers aan gaan werken, begrijp ik. Juist. Juist de ondernemers. Juist. Er is een ondernemersfonds hier en een BMT, Binnenstadsmanagement Tilburg. Dat is nog niet voldoende wat u betreft. Die hebben goede stappen gezet. Maar hetzelfde geldt, zullen we zeggen, voor de steden die het nog beter doen. Hè, de bekende ranglijstjes. Dat geldt ook voor Eindhoven. Is nog steeds niet genoeg. Eindhoven is misschien wel een voorbeeld van hoe zij die fondsvorming hebben gedaan. Maar ook daar voelt men, het is nog maar het begin. Hè. Ja. Het is nog niet een echt... Nou ja, dat bijna zeggen dat een eigenaar, die stel je hebt 10 panden in de binnenstad, dat je zegt, in dat fonds, we brengen gewoon 2 panden in. Het gaat niet alleen om geld. En wij doen een onafhankelijk bestuur, die daar ook op een gegeven moment ook over gaat oordelen. Dat je zegt, nou dan kun je dat soort woningen toestaan. Dat idee, hè, dat je het een beetje gaat runnen als een bedrijf, dat zou ik wel heel erg passen bij deze visie. Hoe lastig het ook is. En dat is allemaal experimenteren, dat kan fout gaan. Maar als je ook als raad, als vereniging van eigenaren daar op een gegeven moment voor kiest... Dat zou ik wel, deze visie vraagt wel om zoiets. Ja. Is dat iets wat al, dan kijk ik even hiervoor het rijtje aan, wat al in jullie gedachten opgekomen is, zo'n fonds? Ja, kunt u daar iets over zeggen, meneer de Ridder? Ja, dat kan ik, ga ik wel even staan, anders zitten mensen zo naar mijn achterhoofd misschien te kijken. Misschien is het sowieso goed dat de 3 wethouders alle 3 achter de tafel plaats gaan nemen. Vind ik prima. En willen wij meneer Pennen heel hartelijk bedanken. U mag er dan gaan zitten, want wij gaan sorry. Ja, ik weet, en niet omdat het tijd om is, maar de bedoeling van de binnenstadsvisie is het gesprek met de stad. En daarvoor zijn we vanavond allemaal hier. En misschien dat het, de wethouders mogen ze ook verdelen, want hier staat ook nog een microfoon, dus mag ook iemand hier aan staan. We willen gewoon nu echt de zaal in en mensen de ruimte geven om mee te discussiëren. En we beginnen met de vraag, wie wil er iets zeggen, wie wil er iets vragen en wie heeft er een idee van hoe we van Tilburg een 8 maken, want we kunnen wel zeggen we zijn een 8, maar hoe gaan we van Tilburg een 8 maken? Wie wil als eerste uit de zaal eens meepraten? Mag nog 1 ding zeggen, zeker. Je mag straks ook nog wel iets zeggen trouwens. Ja, moet je daar nog een antwoord op geven? Want ik ben van Fontys en als je dit dan weer zo hoort, hè, dat de kunst- en cultuuropleidingen in deze stad, ik geloof van de Benelux, de grootste is. Net als dat bijna iedereen die les krijgt van iemand van Fontys. Fontys heeft eigenlijk last van hetzelfde, wat Tilburg ook een beetje heeft, die valse bescheidenheid. Verkoop dat dan, laat dat dan ook zien. En inderdaad dat zo'n hogeschool helemaal niet zichtbaar is in de binnenstad, maar dat geldt ook van Eindhoven. Dat is natuurlijk een drama. Maar dus is het heel jammer dat Fontys uiteindelijk besloten heeft het geld aan het onderwijs te geven en niet aan een mooi gebouw in de binnenstad. Ja, daar ga ik maar niks over zeggen. Gelukkig is dat niet mijn rol. Maar ik denk belangrijk wel is die zichtbaarheid, zowel via beeldvorming, maar ook inderdaad via allerlei activiteiten, haalt toch, en dat mis ik nog wel een beetje, zet alles op alles, al is het maar dat je gastcolleges in de binnenstad geeft of zo, haal die student die binnenstad in. Dat is ook het drama van Eindhoven. Als Eindhoven zich door wil blijven ontwikkelen, moeten ze iets doen met de TU en met Fontys, en dat moet hier ook. En dat blijft nog een beetje hangen. Oké, dan gaan we even aan wethouder De Vries gelijk met de vraag voorleggen. We krijgen wel het mediahuis, hè, dus de Academie van Journalistiek. De studenten komen naar de binnenstad. Conservatorium is destijds heel hard voor gevochten. Zit natuurlijk ook in de binnenstad. Maar het is eigenlijk dus niet genoeg. Nee, maar het is wel een begin. En dus niet alleen Fontys, maar ook een flinke bijdrage van de universiteit en het ROC. Dus en dan, hè, dan niet wethouder onderwijs staat hier vanavond, maar dat is ook nog een doorgaande leerlijn, zoals dat in die termen heet. Ook niet onbelangrijk. Maar ik denk dat het een terecht punt is. En de kans om economie en onderwijs met elkaar te verbinden en ook het onderwijs meer te maken dan wat het
Op die plekken aan de randen van de steden. Wat kunt u nog doen om nog meer de student zichtbaar te maken? Wat we dus rond dat mediacluster doen, is dat verbinden met bedrijfsleven en daarmee aan de slag. En wat mij betreft is dat een eerste stap, een eerste cluster. Want er zijn natuurlijk nog veel meer opleidingen in onze stad die zich lenen voor een soortgelijke samenwerking. En ik kan er vanavond niet al te veel over zeggen, maar daar zijn we al wel over aan het nadenken. Dus u hebt nieuws? Nee. Nee, nog niet. Moet nog even doorvragen, straks. Doen we straks. Wie wil graag het woord? Niet allemaal tegelijk. Henriette staat aan deze kant en ik aan deze kant. En we gaan natuurlijk wel het gesprek aan. Dus kom met ideeën, kom met vragen, kom met opmerkingen. Misschien totdat er iemand opstaat, kan ik niet hebben antwoord. Dat ik totdat iemand opstaat en de microfoon er is, kan ik nog antwoord geven op de vraag die ik net begon te beantwoorden. Namelijk, doen wij al dat wat zeg maar, de ondernemer in de binnenstad vraagt? Oh ja, sorry. Ik denk voor een deel dat we dat doen, waar het gaat om het versterken van het binnenstadsmanagement. Kreeg tijdens dat het werd uitgesproken, kreeg ik een appje. Luister je goed? Dat deed ik. Alex, ik luister daar goed naar. We hebben ook tegen elkaar gezegd, wij moeten naar binnenstadsmanagement de volgende fase bereiken. En dat zie je bijvoorbeeld door, we hebben discussies over een BIS, we hebben een discussie over een verdere professionalisering van het binnenstadsmanagement. Dat zijn dingen die we met elkaar moeten gaan doen. En daarnaast, iets anders, en op een andere manier waarop wij al zeg maar, ondernemen in de binnenstad, is eigenlijk dat wat de doorbraken net werd genoemd, bijvoorbeeld van Pieter Vredeplein tot aan het Stadskantoor, dat is eigenlijk waarin wij ook al een ondernemende houding hebben aangenomen, samen met partijen als Wereldhaven, die daar ook fors in investeren, samen met de gemeente, om daar inderdaad die herstructurering van de binnenstad ook mogelijk te maken. Ik geloof dat de mensen in de zaal daar, tenminste ik heb daar tot nu toe weinig negatieve reacties op gehoord, dat iedereen wel positief is over het feit dat er toch voor 70 miljoen in de binnenstad geïnvesteerd gaat worden in het winkelgebied. Ja. Nee, maar dat is een voorbeeld. Of zijn de mensen in de zaal die zeggen, dat moet je niet doen? Maar het is wel vanuit, het fonds in ons geval was de grondexploitatie, algemene reserve grondexploitatie. We hebben daar stevig in de buidel getast om die investeringen ook los te trekken. Die private investeringen die ook nu in de stad plaatsvinden. Oké. Hier had iemand een vraag of een opmerking. Ja? Ja, dat is goed. Mijn vraag is, of tenminste, ik zou van Tilburg dan wel een 9 willen maken. En misschien is het een heel goed idee. Ik vond uw verhaal over de vergroening van de stad en meer speelgelegenheid, wat ook de studenten die hier blijven hangen, wat jullie zo graag willen, dat die dat ook nodig hebben. Zou het misschien een heel goed idee zijn om de brandweer, kazerne, die daar staat, waar de nieuwe burgerij, bebouwing die daar komt, de mensen die daar komen wonen, zullen daar heel veel last van hebben. Want wij wonen zelf rondom het brandweer. Je wilt hem dus gewoon weg hebben, dat is de opmerking, of niet? Niet direct. Nee, ik wil de mensen die de bouwplannen hebben op het burgerijpad daar wel van verwittigen dat ze 's nachts wakker worden van de brandweer. Iedere nacht bijna. Oké, maar dan kunnen we tot de vraag stellen, is het zinvol dat de brandweer in de binnenstad zit? Ik snap dat jij daar niet graag wil horen, maar nee, sorry, je moet je vraag stellen. Mijn vraag is, als de brandweer verplaatst gaat worden naar de spoorzone, daar is plaats genoeg op het nieuwe Dingesplein, dan zou je dat kunnen verdichten, het brandweerterrein, zou je kunnen laten groeien, de ateliers kunnen in de brandweer. Oké, de vraag is duidelijk, kan de brandweer naar het VGL-terrein of gaan we daar een park realiseren? Dat zul je maar gewoon even zeggen. Dat lijkt me een hele interessante vraag voor Berend. Dat lijkt me ook een interessante vraag voor Wethouder de Vries. Ja, met het risico dat ik of door de ene helft van de zaal of de andere helft wordt afgeslacht. Zo. Maar nee, kijk. Kun beter anders stellen. Is het nodig dat de brandweer in de binnenstad zit, op die plek? Nou ja, die kan ik even wel beantwoorden. Ja? Als het om de brandweer gaat, zit je met aanrijdtijden. Ja, ja. En er wordt er gewoon gezocht naar een locatie, en die is van oudsher daar, die er in ieder geval zorgt dat je bepaalde delen de stad binnen een bepaalde tijd moet kunnen bereiken. En op het moment dat je die niet meer kunt bereiken, dan is de situatie daar dat er bijvoorbeeld weer een nieuwe brandkazerne bij moet komen. Dus het is wel essentieel dat die in ieder geval in die cirkel blijft. Dus dat blijft ook daar gewoon. Of je moet er twee maken. Of één extra, maar dat is natuurlijk ook... Dat is een hele grote desinvestering van wat daar dan de afgelopen jaren is opgebouwd. Als je dat opnieuw zou doen, moet je je afvragen of dat dit de beste plek is, hè? Maar de vraag is even of we de ruimte met elkaar hebben om dat binnenkort een keer te gaan doen. Misschien
kan, ook als we die stappen in de binnenstad de komende jaren gaan zetten en we zoveel dynamiek in de binnenstad hebben, kan het moment wel een keer aanbreken. Oké, maar aan de hart van Brabantlaan wonen ook heel veel mensen Dan verplaatsen naar een andere plek in de binnenstad is een wat minder slimme optie. Oké, Anita, ik heb hier een vraag. Nico de Wit. Ja, het is over de aantrekkelijkheid van de stad. De verlichting, daar wil ik het over hebben. Het is fantastisch. De bestrating, de trottoirs en het wegdek is heel goed verlicht. Dus ook een veilig gevoel natuurlijk. Maar de gevels zijn erg donker. Dus als je de stad inloopt 's avonds, dan is het een hele donkere aanzicht. En ook het Heuvelplein, dan denk je toch, nou, dat is het plein van de stad. Hartstikke donker. Kom ik in een andere stad, ik noem geen namen, maar daar is het gewoon. De pleinen zijn verlicht, dus de gevels en de monumenten. Dat wou ik even zeggen. Oké, dat is een aanbeveling, dus begrijp ik. Nou, en dat is ook iets waar aan wordt gewerkt. Dus dat is een geruststellende mededeling. Mario noemde het net al. Het is een project wat we overigens samen vormgeven. En dan gaat het aanlichten van gevels, het aanlichten van bijzondere plekken in de binnenstad, zit daarin. Dat gaat niet vanzelf, want ja, je moet ook de pandeigenaar mee hebben en het kost ook heel veel geld. Maar het is wel iets waaraan wordt gewerkt en waar het eerste budgetten al voor beschikbaar zijn gesteld. Dus dat is een kwestie van uitvoering. En ik kan misschien daar aanvullend even op de vraag stellen. De bestrating in de binnenstad, hè, de straten zijn goed verlicht. Maar de bestrating zelf, er zijn toch wel heel veel plekken in de binnenstad waar je zou zeggen, nou, het is hier toch wel heel erg smerig in deze binnenstad en deze bestrating. Die dure bestrating die wij ooit hebben. Ja, we hebben net een enorme operatie hier doorgemaakt, ja. Anita, waarbij het helemaal is schoongemaakt. Dus dat is dan toch jammer. Ik denk dat het belangrijker is, en dat zat ook in de visie. Hè? Ik ben zelf verantwoordelijk voor de Piershaven. We hebben de afgelopen periode vooral geconstateerd, laten we dat nou eerst van de grond krijgen. Maar het is een terechte opmerking dat als je er als buitenstaander heen wil, het is wel even zoeken. En de verbinding, Koverdijstraat-Pierstraat, daar moet nu echt wat aan gebeuren. En dat betekent dus ook dat niet betekent dat het een keer rechtgelegd moet worden. Maar de kwaliteit van die openbare ruimte moet echt een enorme stap. Gewoon binnenstads schuin-Piershaven niveau willen we die stad completer, rijker, groter maken. Maar dat lijkt me een enorme opgave, want dat is best een hele moeilijke verbinding. En je zit toch met een straat, met eigendommen, met... Ja, we zijn met de eerste... Kijk, je probeert dat te combineren met ook herontwikkelingen in dat gebied. We zijn al aan de kop, waar voorheen de Harens Smits zat, zijn we bezig met een project. En de verwachting is dat we langzaam, zonder dat het uitgangspunt is dat alles moet transformeren, maar langzaam ook een aantal transformatieopgaven in die straat gaan krijgen. Dus ook die rotte plekken, hè, dat is dus bijvoorbeeld zo'n parkeerterreintje, ooit een keer aangekocht door de gemeente en maar tijdelijk ingevuld met een parkeeroplossing. Ja, daar zullen we echt nu onze tanden in moeten gaan zetten. Willen we die bredere belofte die in die visie staat waarheid gaan maken. Is dat een prioriteit? Dat moeten we nu gewoon gaan doen. Oké. Punt. Ja. Ik heb hier een vraag, Anita. Even aan die kant en dan kom ik hier terug. Ja, ik ga even staan. Ik hoorde daar straks van Stef Fleischhoyer, die zei van ja, we hebben die binnenstadvisie gemaakt om een stukje afstand te nemen, boven de stad te gaan hangen en eens te kijken, zijn we met de goede dingen bezig die we met elkaar verbinden. Mijn vraag is eigenlijk aan zowel aan Stef als aan de wethouders, van heeft die visie dat ook opgeleverd? Er zijn een hele hoop dingen in de revue gepasseerd die voor mij althans niet verrassend waren. In termen van, nou, dat zou je nog beter kunnen doen of intensiever kunnen doen. Vraag is, heeft dit ook nog andere perspectieven opgeleverd die dan ook er weer toe kunnen leiden dat je dat in de goede lijnen zet en dus uiteindelijk ook, zeg maar, vernieuwing aanbrengt in de visie die je op je stad hebt? Ja, misschien dat ik met Mario zou kunnen antwoorden rondom de, zeg maar, de oversteekbaarheid van de cityring. Dat is echt dat is wel een punt wat sluimerde als een onderwerp waar we echt een keer iets mee moesten gaan doen. Maar er staat nu manifest in deze agenda. En voor een deel is deze agenda, daar heb je helemaal gelijk in, ook veel herkenning van dingen waar we al mee bezig waren. Maar die zijn wel in de context geplaatst waarin gezegd wordt, jullie zitten op de goede weg. Een aantal toevallige keuzes die je in het verleden gemaakt hebt. Bijvoorbeeld rond de Piershaven, waar ik zeg maar met een kwinkslag in het verleden nog wel eens van gezegd is, van dat moeten we misschien maar laten zoals het is. Dus hebben we uiteindelijk toch voor gekozen om dat te gaan herontwikkelen. Wordt nu bevestigd, gelet op
welke type woonmilieus we zeg maar, moeten aantrekken om de stad krachtiger te maken. Maar wat het voor een heel belangrijk deel is, is dat het eigenlijk zeg maar, een aantal van de dingen waar we al bezig waren, eigenlijk een plek geeft in een wat breder verhaal. En dus vooral een bevestiging. En op een aantal punten ook aanvulling. En ik vind zelf bijvoorbeeld die oversteekbaarheid en, de, zeg maar, en ook het economische belang van de spoorlaan. Dat zouden we misschien anders wel een keer hebben kunnen vergeten. En bijvoorbeeld het Koningsplein. Kan Mario misschien iets over zeggen? Ja, we hebben wat dat betreft nog genoeg uitdagingen. Het Koningsplein is een van de grootste daarbij. Maar het is wel terecht wat Berend ook zegt. Verdeel is de erkenning. Aan de andere kant zeg ik gelukkig maar. Maar we gaan ook meer kiezen. En ik denk als ik kijk naar wat het ons gebracht heeft, juist iets boven de stad gaan hangen, is dat je dingen met elkaar in verbinding brengt. Want voorheen waren we zeg maar echt een stad van projecten. En we worden nu een stad van programma. In de zin dat wij zowel conceptueel als fysiek de zaken met elkaar gaan verbinden. Je zag net dat hele mooie plaatje tussen Piershaven, kernwinkelgebied, het museumkwartier, het dwaalgebied, spoorzone. Voorheen waren dat losse entiteiten in een stad. En je ziet nu dat wordt nagedacht van hoe kun je het conceptueel met elkaar laten samensmelten en elkaar laten versterken. En dat betekent in gedachte conceptueel iets en daar helpt het bij, maar ook gewoon fysiek. En heel fysiek is bijvoorbeeld het voorbeeld wat net werd genoemd, onze cityring. Wat doen wij daarmee? Een cityring moet de stad dienen en niet andersom. En dat betekent als je die krachten die we hebben ontdekt en die we in onze stad hebben aan elkaar wil verbinden, dat je die oversteekbaarheid moet regelen. En dat is een van de grootste uitdagingen waar we nou voor staan. En de spoorlaan is daar een mooi symbool voor, die als eerste de schop ingaat. En laten we kijken dat we dat op een goede manier doen, zodat we daar over 30 jaar van zeggen, dat is het beste wat we ooit hebben kunnen doen. Als ik daar heel kort nog wat aan mag toevoegen, dan is het dat ik denk dat met deze visie die we nu op tafel hebben liggen, dat we eigenlijk de ambities waar we nu aan het werk zijn, dat zijn voor een deel ambities, dat weet jij ook Frits, dat zijn ambities die we al jaren hebben in deze stad. Of het nou de spoorzone is, of het is de binnenstad, of het is de Piershaven, of het zijn al die andere delen van de stad. En doordat we nu, op dit moment, dat eigenlijk al die projecten in uitvoering komen, of in uitvoering zijn, dat we er nu inderdaad even boven zijn gaan hangen, weten we weer waarom we het eigenlijk allemaal aan het doen zijn. En zijn voor een deel, die waarden waarom we er ooit een ambitie van hebben gemaakt, zijn nog steeds actueel. En voor een deel hebben ze inmiddels een nieuwe lading of een nieuwe richting gekregen. Dus dat vind ik... Dus wat betekent even de vraag voor de zaal, ja, wat het betekent voor de prioriteitsstelling. Ja, het lastige van die vraag is dat je die op verschillende manieren kunt interpreteren. Namelijk prioriteitsstelling binnen het project of tussen projecten of op het geheel. Want ik denk dat er staan in de visie die hier nu ligt, en dat is dan gelijk het lastige, staan geen dingen waar je moeilijk mee oneens gaat zijn. Dus er staan veel dingen die gewoon kloppen en die gewoon waar zijn en die we gewoon moeten doen. Dat maakt vervolgens de vraag om, ja, wat doen we dan het eerst? Ik denk dat je daar van ons drieën een ander antwoord gaat krijgen. Maar dat maakt wel dat doordat we uiteindelijk die vragen samen gaan beantwoorden, dat we als het ware vanzelf in de prioritering tussen die antwoorden wel keuzes moeten maken. Dat is uiteindelijk politiek bestuur, hè, dat moeten wij doen. Maar dat zal met deze bestanddelen die we nu hebben gekregen, en hopelijk de reactie nog uit de zaal gaan ophalen, zal het wel makkelijker kunnen. Zijn de mensen in de zaal die zeggen, de wethouder zegt, er staan geen dingen in waar je het niet mee eens kunt zijn. Zijn de mensen in de zaal die zeggen, nou ik heb toch iets waarvan ik zeg, daar denk ik toch echt anders over. Want dan kom ik straks even terug aan die kant, want dan wil ik even deze kant op gaan. Wat ik merk is bij mij een stukje verwarring. Ik ben het eens, ik ben hartstikke enthousiast over hetgeen dat jullie nu vertellen. En ik denk, die potentie zit er in die stad. Ik hoor jullie een aantal keren verwijzen naar de Piershaven. Ik woon in de buurt van de Piershaven en als ik er doorheen fiets, zie ik gemiste kansen. Dan zie ik dat er een verblijfsruimte is waar terrassen zijn, waar een weg over aangelegd is. Ik hoor je net praten over de spoorlaan. Daar ga je iets doorbreken. Hier heb je het tegenovergestelde gedaan, heb je u gedaan. Als ik kijk naar het Loerdersplein, dat wordt opgeleverd binnenkort, het is een en al steen. Om een hoekje ligt hier en daar een parkje. Ik hoor jullie praten over verblijfsruimte en groen. Ik zie het niet terug in wat jullie realiseren. Kunnen jullie een voorbeeld noemen van waar de weg over het terras gaat? Nou, als je over de brug heen gaat, die gaat linksaf, rij je over de terras heen. Oké, ja, daar op die plek. Dat hebt u gedaan de afgelopen tijd. Daar moet u even op reageren. Want u zegt eigenlijk dat het anders moet. En toch zijn er nog recentelijke ingrepen geweest die het tegenovergestelde hebben bewerkstelligd. Ja, kijk, de eerste nuancerende opmerking is dat die weg er al lag. Hè.
Dus die is er niet door ons neergelegd. Er is wel een keuze gemaakt om die weg te laten liggen. Dat is ook uiteindelijk wel een bewuste keuze geweest over welke alternatieven heb je om anders in het gebied te komen. En er zit nog wel een uitdaging in, hè, want het is ook een doorgaande weg geworden of vanuit de ringbanen. Kijk, in het verleden was er een veel drastischer plan, hè, dat heette de Havendijkroute, weet u misschien. Waar het echt een verbindingsas met de binnenstad is. We hebben qua inrichting wel gekozen voor een alternatief. Namelijk dat het een langzaam verkeersroute moet zijn. Daar houdt overigens niet iedereen zich helemaal aan. En een interessante vraag zou zijn, ook als je dat, ook wat daar nu gebeurt, verder doordenkt, of je misschien niet op een moment de vraag zou moeten durven stellen of je daar ook niet naar een wat autoluwer gebied zou moeten. Dat zou ik heel interessant vinden. Het heeft heel veel consequenties. Hè. Dan moet je het hele verkeerssysteem in, niet alleen op dat gebiedje, maar in de hele binnenstad gaan bekijken. Maar ik zou het interessant vinden om die vraag een keer te gaan beantwoorden, maar met wat nuancerende opmerkingen. Tegelijkertijd, volgens mij die groenkwaliteit in gebieden een plek geven. Volgens mij doen we dat juist in de Piershaven. Alleen ligt die, en dat is wel in de visie verankerd van de Piershaven, ligt die rondom het water met op een aantal plekken wat wij noemen pocketparken. Dus de groene kwaliteit zit vooral aan het water en wat minder in de woongebieden. Maar uw opmerking over het Loerdersgebied klopt. Het is relatief stenig. Of dat een echte gemiste kans is, gelet op de plek waar het ligt en de nabijheid van het water. Ik denk dat ik daar iets van mening over verschil. Maar we hebben straks een hele grote opgave nog te gaan. Dat is het fabriekskwartier, dat is waar de busremise nu zit. We hopen dat we daar ook tot herontwikkeling gaan komen. En ik denk dat het, gelet op ook de afstand zeg maar, van straks als je daar woont ten opzichte van het water, dat je ook in dat gebied groene kwaliteiten terug moet laten komen. Maar dat Loerdersgebied is dat, gelet op de nabijheid van de Piershaven, wat minder erg. Maar dat grote fabriekskwartier, daar moeten we echt op dat soort manieren ook in, af en toe wat minder programma op bepaalde plekken en misschien op andere plekken wat meer verdichten. Misschien even dat wethouder Jacobs dan nog even op door kan gaan. Is het niet zo dat alles wat je nu nog doet in de stad, en je kunt wel zeggen dat hebben we altijd al zo gedacht, maar dat je per definitie zegt we gaan echt voor topkwaliteit alleen nog maar. We doen alleen nog maar wat echt heel erg goed is. Ja, u zegt van ja, dus we hebben altijd al gedacht en ik moet eerlijk zeggen. Dat zou u zeggen kunnen dat zeggen. Dat zou u zeggen, maar dat is eerlijk gezegd niet waar. Je hebt natuurlijk verschil in straten en in gebieden waar je anders naar kijkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Gorkestraat, dat is een heel mooi voorbeeld. Die gaan we binnenkort op de schop nemen. En normaal gesproken zou je zeggen, we vervangen hem zoals je hem standaard vervangt. Maar juist door zo'n plan, zoals een binnenstadvisie, zie je dat bijvoorbeeld de samenhang tussen het museumkwartier en de spoorzone, dat zorgt er ook voor dat je moet gaan nadenken, van, ja, hoe kun je nou zichtbaar maken dat je van de ene kwaliteit naar de andere kwaliteit gaat. En dat vraagt iets van hoe je zo'n straat inricht. Dus je merkt wel, door dat conceptueel met elkaar te verbinden, ga je ook nadenken hoe je het fysiek met elkaar kunt gaan verbinden. En dat betekent bijvoorbeeld, als je naar de Gorkestraat kijkt, dat er gewoon veel meer kwaliteit in moet. Dat meer de uitstraling moet hebben van de huizen en de monumentale waarden die de huizen daaromheen hebben. En de toegang naar het textielmuseum. En dat vind ik heel interessante uitdagingen. Om te kijken hoe je die straat zo kunt inrichten dat je die beleving van die gebieden meeneemt. En dat betekent dat je veel meer aandacht moet gaan besteden aan de kwaliteit. Oké, dank u wel. Ik had hier nog een vraagsteller. Ik ben ook binnenstadsbewoner. En mijn vraag is eigenlijk hoe de bewoners van de binnenstad, waar ik er eentje van ben, betrokken worden bij de uitvoering van dit beleid, zoals het nu hier is. Maar ik neem aan dat het ook vertaald wordt straks in concrete plannen. En ik vraag dat omdat ik zeg maar de laatste maanden, het laatste half jaar, wat negatieve ervaringen heb wat dat betreft. Dus dat achter, als waar ik noemde, autoluw maken Nieuwlandstraat, autoluw maken de binnenstad. Waarbij de bewoners eigenlijk helemaal niet betrokken waren. Dat is dat er eerst een besluit wordt genomen en daarna breekt hij los, zou ik maar zeggen. Ik kan nog een paar voorbeelden noemen. Dus
Ik vraag me af of er een structureel visie is hoe de bewoners bij dit beleid betrokken gaan worden. En dan heb ik straks nog een andere vraag. Ja, nog anders dan op deze avond. Wie wil daar van jullie antwoord op geven? Ja, als het gaat om deze visie. De visie zelf is al gemaakt met het horen van heel veel mensen uit stad, partijen uit stad. Dat is één. Twee, we moeten hem gaan omslaan in concrete acties, actieplannen. En ook daar worden mensen uit de stad bij betrokken. Als het gaat om de Nulandstraat. Daar zijn we nou een proces gestart waarin we juist kijken, vanuit het Waalgebied denkend, hoe je de partijen die het raakt, die er voor- en nadelen van ervaren, hoe je die kunt betrekken bij de ontwikkeling. En dat loopt nu. Oké, ik merk dat er nog een aanvulling. Ja, ik heb nog even daar toch nog een vraag over. Van, nu op dit moment is de werkwijze bij het gemeentehuis, zou ik maar zeggen. Een stadhuis, sorry, het is een stad natuurlijk. Is als volgt dat er eerst een besluit genomen wordt. En daarna, ja, mag je nog eens een keer wat zeggen of vragen, maar het besluit ligt er dan al. Dat is niet dus die volgorde. Die volgorde moet omgedraaid worden. Dat er eerst een overleg is van hoe denkt zo'n buurt erover? Wat leeft daar in die buurt? En dat dan gezegd wordt, nou, kennen die mening? Hoe gaan we dit of dat doen? En dat is het besluit. Dus we moeten terug naar de inspraakavonden uit de jaren 70. Ja, toch? Maar die zijn ook helemaal van deze tijd, die inspraakavond. Nee, maar de misvatting dat wij eerst besluiten nemen en dan het door de strot duwen van mensen, dat is niet zo. Dat is deze tijd niet meer. Als je specifiek naar dat voorbeeld kijkt, er zijn juist rondom Nulandstraat heel veel bewonersavonden geweest. En daar kwam naar voren dat het project op die manier niet gesteund werd. En van daaruit is weer doorgestart naar een breder verhaal. Dus daar zie je ook dat de invloed van de mensen enorm is en kan zijn. En dat we ook willen luisteren naar de mensen en ook als er andere geluiden zijn, daaraan meebewegen. En we zijn al een proces gestart waarin we juist gekeken hebben hoe kunnen we die belangen meenemen en kunnen de mensen zelf hun belang vertegenwoordigen en gezamenlijk op zoek gaan naar het gemeenschappelijke belang. Dus het idee dat wij inderdaad, zoals de regent het vroeger deden, besluiten nemen en dan maar het over de mensen heen storten en heeft hem aan te slikken, volgens mij, daar zijn wij niet van als college. Oké, daar wil ik nog even op draven. Ja, kijk wat Mario en Erik in de binnenstad doen met het planteam openbare ruimte. Dat is echt samen met belanghebbenden. En dan is wel de regel, je moet wel een belang hebben, wil je aan tafel zitten. Ontwerpen en dat zijn ook bewoners. Dat zijn dus ook bewoners. En in de Piershaven doen we dat zeg maar, de afgelopen tig jaar al. Als een plan je achtertuin of je voortuin of wat dan ook, welk belang dan ook raakt, dan heb je de mogelijkheid om in het planteam te gaan zitten. En dat is niet als een plan helemaal uitgedacht is, maar als we aan de voorkant staan van de planuitwerking. En dat werkt in algemene zin heel goed. Er zijn soms altijd wel nog mensen ontevreden met wat dan uitkomt. Maar er is in ieder geval een soort. Het is wel de bedoeling om het zo te doen. Procesrechtvaardigheid, ja, zeg maar. En zorgen dat je aan de voorkant zoveel mogelijk opinies en inzichten verzamelt. Oké, we gaan even naar achteren, verder in de zaal. Het is niet alleen de bedoeling om het zo te doen, Anita. We doen het ook echt. Hè. Dat is echt wel een belangrijk verschil. Oké, sorry. Ja, nee. Dankjewel. Ik heb hier nog een vraagstel. Hallo, ik ben Fleur. En ik vind het leuk dat ik hier vanavond ben. Ik heb gestudeerd in Tilburg. Ik woon in de binnenstad. Ik werk ook in de binnenstad als zelfstandig ondernemer. En laat ik nou een eigen bedrijf hebben, Hoflux, waarbij wij visie creëren in de openbare ruimte. Visie als vormgeving, visie als verlichting. En zit ik aan tafel nog? Nee. Dus mijn vraag is eigenlijk. Hoe kom je aan tafel? Ja, mag ik aan tafel komen? Ja. Wordt het tijd om de creatieve, sector toch eens wat een soort bewonersavond, maar dan voor ondernemers in de creatieve sector is te organiseren en te kijken wat voor ideeën en mankracht daar eigenlijk aanwezig is? Nou ja, kijk, aan ondernemerschap geen gebrek, dus wat dat betreft super. En in algemene zin, ik moet zeggen, ik zeg altijd, en het is ook echt zo, mijn deur staat altijd open voor ondernemers uit onze stad die het nodig hebben om zich te versterken, om ook dat gesprek met ons te voeren. Uiteraard zijn wij met inkoopprocedures en dat soort zaken altijd gebonden aan allerlei regels. Ik heb er ook een mening over, maar daar moet er wel mee leven. Dus mijn deur staat open, ik geef je straks mijn kaartje, laat een afspraak maken. En dat geldt overigens ook voor andere ondernemers die ook ambities hebben en daar denken dat wij daarbij een
assistentie kunnen verlenen. Wij zijn daarvoor. Wij nou, zijn goed, goed gedaan dan. Hè? Ik heb hier achterin daar de zaal, achterin. Ik heb een, achterin de zaal een vraag van de heer Vogels. Ja, de spoorlaan is een inderdaad heel belangrijke entree voor de binnenstad. En de idee om die te vergroenen, dat vind ik op zich een heel prima idee. Maar zoals je zegt, we moeten bij het belanghebbende aan tafel zitten. En in dit geval is denk ik de spoorwegen een heel belangrijke belanghebbende. En denkt die daar hetzelfde over? Hebben jullie daar contacten mee? Want in het verleden is daar wel eens meer met plannen bezig geweest die niet gerealiseerd konden worden. En het is nu een heel vervelend gebied, die Noordzijde. En het zou wel prettig zijn als de spoorwegen hier hetzelfde over denken. Wie heeft de contacten met ProRail vanuit het college? Ja, moet even de vraag misschien wat specifieker maken. Kijk, de NS of wie dan ook heeft vooral belang dat mensen naar het station kunnen komen. En als we zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn, met name voor de fiets, dan zijn ze heel tevreden. Maar ik denk dat het meer uw vraag gaat over... Ja, ik denk meer... in het verleden was het toch zo dat een gedeelte van het gebied rondom de spoordijk, of hoe het heet, ja, in handen van de spoor was. Ja, nee, dus stel dat in de visie. Dus gewoon. Ja, in de visie staat bijvoorbeeld dat je, en dat gaat, een deel van dat gebied gaan we gebruiken bijvoorbeeld om een nieuwe fietsenstalling te maken. En dat is allemaal eigendom van ProRail of NS vastgoed, maar dat komt oorspronkelijk gewoon allemaal van de spoorwegen, zeg maar. En er zijn nog een aantal plekken, bijvoorbeeld het stuk rechts van de Willem II-passage als je op de spoorlaan staat. Zeg maar het stuk tussen het oude postkantoor en die passage, dat is niet zo'n hele lekkere plek. Dan heb je straks een prachtig nieuwe spoorlaan, waar Mario en ik onze tanden in gaan zetten. Maar dan heb je nog zo'n vervelende plek. Nou, we zijn wel met deze partij in gesprek om te kijken of we ook dat soort plekken tot herontwikkeling kunnen laten komen. En ik denk ook wel dat ze daar toe genegen zijn, want het zijn nu niet de meest lucratieve plekken, zeg maar. Ik heb in Rotterdam gezien, toch maar even dat voorbeeld weer, ook daar heb je bijna een soortgelijke situatie, postkantoor en zo'n strip. Dat is heel mooi herontwikkeld. Volgens mij van dezelfde eigenaar. Dus als het daar mag, dan mag het ook in Tilburg. Oké. Zijn er meer vragen in de zaal? Ja, ik heb hier nog een. Ja, ik ben leraar maatschappijleer op de Nieuwste School. De Nieuwste School is hier gelegen in de binnenstad. En wat mij zo opvalt, het is een hele witte school. Ik heb ook op de vakschool ooit een stage gelopen. En ik zie in de stad dat de sociale segregatie enorm groot is. In hoeverre hebben jullie daar rekening mee gehouden in het plan? Want als ik het een beetje hoor, wordt het een bastion voor hoogopgeleide. Zo komt het een beetje over. En we praten over verbindingen, maar die verbinding mis ik eigenlijk nog wel een beetje. Goeie vraag. Welke wethouder wil daar graag antwoord op geven? Ja, ik wil wel een poging maken om dat te doen. Je hebt niet de hele presentatie gezien. En dat is op zich wel jammer, dat was natuurlijk de tijd niet voor. Maar een van de elementen die er ook in stond, dat was wat ze met een heel duur woord noemen, de inclusieve stad. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat je iedereen in de stad kan laten meedoen, ook in onze binnenstad. Wat we eigenlijk merken in Tilburg, is dat er eigenlijk één categorie mensen steeds verdwijnt uit onze stad. En dat is juist die middenklasse, die hier, of mensen hier studeren en weggaan. En hoe kun je die nou vasthouden, naast natuurlijk het feit dat je zorgt voor een stad waarin iedereen meedoet. Maar wat we nu merken, is dat we even energie moeten zetten op die club die echt vertrekt. En dat betekent niet dat we minder energie besteden aan anderen. Soms lukt het, hè. Wij drieën zijn ook import en gebleven. Ik zelfs uit het buitenland. Dus wat dat betreft... Maar dat punt van de inclusieve stad is een terecht punt. Ja, maar het is niet wat hij bedoelt. Nee. Ik bedoel, het gaat meer, als je praat over van een 6... Ik vind dat op dit moment een 4. Hoe ga je daar een 8 van maken? Dat is mijn vraag. Ik dacht dat jouw vraag was meer ook hoe je ook meer kleur in de stad krijgt. Ja. Dat culturele karakter. Ik hoor niks over de Korvelseweg. Hoe kan die beter betrokken worden, bijvoorbeeld? Ja. Ik interpreteer hem inderdaad als sociale segregatie. En hoe zorg je ervoor dat alle mensen mee kunnen. Dus dat was de vraag zoals ik hem pakte. Als het gaat hoe zorg dat de rest betrokken wordt. En ik denk dat juist de kracht van dit plan is dat je laat zien dat de binnenstad niet stopt binnen de cityring, maar daarbuiten ook. En dat was een terechte opmerking ook van Ad, zoals hij hem hier bracht. En daar moeten we ook op inzetten. Is daarmee je vraag beantwoord, voldoende?
niet echt, maar... Nou ja, nee, wat er meer is, je merkt gewoon ook hier dat, nou ja, laat ik zo zeggen, bijvoorbeeld een stuk als Tilburg Noord of zo, ik kom daar zelf ook nooit, ik doe daar zelf ook aan mee. Hoe kun je die verbinding dan nog beter maken? Dat is meer, maar dat... Het is te veel een witte binnenstad gewoon, klaar af. En hoe gaan we dat aan veranderen? Ja. Nee, maar dat betekent dus dat je... in woning aanbod of... Nee, in met wonen los je dit probleem niet helemaal op, want dan moet je ook mensen gaan verhuizen en zo. Maar je kan wel zorgen dat er een divers woningaanbod is. Maar tegelijkertijd, dat is hier ook in de visie, dat we juist ook segmenten missen. En wil je die mensen binden, dan heb je juist dit soort plekken nodig. Dus dat botst een beetje met elkaar. Maar wat je wel kan doen, is dat je functies, waardoor mensen naar die binnenstad gaan, dat het niet alleen maar is om te wonen of om te werken, maar ook bijvoorbeeld om te winkelen. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben in de spoorzone nu de Hall of Fame, een jongerenbolwerk. We hebben straks wellicht een spoorpark met heel veel urban sports en allerlei dingen die niet alleen maar hoog opgeleide witte mensen van 25 tot 45. We hebben een mooi techniekhuis in de spoorzone. Dat is bijvoorbeeld mevrouw De Haas. en straks bijvoorbeeld de bibliotheek midden in dat bruisende gebied, de spoorzone. En het zijn maar voorbeelden, maar je moet wel dat soort functies die breder voor je hele stad een rol spelen, ook in die binnenstad een plek geven. Op een zodanige manier dat die Tilburger ook trots is op de binnenstad. En dat je straks in een gebouw binnenloopt, wat niet ergens, ondanks dat de huidige bibliotheek een best mooie bibliotheek is, maar straks kom je binnen in een gebouw waar je zegt, wauw, dit heeft mijn stad gedaan. En dat is een plek voor iedereen. Oké, zijn er meer vragen in de zaal? Vooraan, goed. Ik loop er even snel naartoe. Uw vraag. Ja, ik ben Rob van Steen. Ik werk bij de Schouwburg en de Concertzaal, maar Theater Tilburg. Ik wilde even de focus op dat gebiedje. Daar hadden we het nog niet over gehad, hè, de Schouwburgring. Ik werd net de vraag gesteld, ben je het ergens op tegen in die visie? Het is best wel een lastige balans die je vindt tussen verstedelijken aan de ene kant, groen aan de andere kant, wel parkeren, niet parkeren. Ik keek even naar dat gebied. Is het ook denkbaar dat je, we investeren nu in hoogwaardig winkelgebied, dat je desinvesteert in laagwaardig in winkelgebied? Bij die Schouwburgpassage is dat zo. Hè? Zou je heel graag zien dat het een Schouwburg Boulevard zou zijn, dat hebben we net genoemd. Vergelijkbaar als bij die spoorlaan, hè, dat je graag naar de overkant wil. En hoe doe je dat dan? En daar zie je inderdaad een hele mooie Schouwburg, het Rijksmonument. En die overkant is weer een stuk minder fraai. Dat zou zomaar een groen gebied kunnen zijn, hè? Van de Algemene Begraafplaats tot aan het paleis. Dus wat Kees-Jan Pen ook zegt, dat maar gewoon afbreken. Wat zeg je? Wat Kees-Jan Pen ook zegt, gewoon maar afbreken en braak laten liggen. Nou ja, hebben we als stad het lef om dat soort dingen te doen. Hè? Van, je kunt daar, er staan nu kiosken, maar die staan met een rug naar de weg. Kun je de dingen omdraaien en een boulevard Houtman maken, die een stuk interessanter is. Nou, dat is een heel radicaal en bijna brutaal voorstel. Ziet u daar wat in? Ik sta te popelen om die vraag te beantwoorden. Nou, de heer De Ridder dan maar. En het is wat Kees-Jan Pen net zei. Kijk, je moet ook keuzes durven maken om te zeggen dat het op enig moment ergens ophoudt. En uithuilen en opnieuw beginnen. En dat, een aantal plekken die je noemt, Rob, die herken ik. Hè. We hebben Koningsplein komt net al in beeld met een plaatje waarvan je kunt zien dat daar wat moet gebeuren. Laten we het dan maar neutraal proberen te formuleren. Dat is zo'n plek, daarvan hebben we al gezegd. Wij zien dat niet als een toekomstige locatie waar winkelen een hoofdrol gaat spelen. Daar zitten nog wel winkels. Daar moet je dus ook zorgvuldig mee omgaan. Dat vraagt het ook van ons. Dus we kunnen niet alleen maar zeggen, u heeft pech, morgen bent u weg. Zo zit de wereld niet in elkaar. In ieder geval niet aan deze kant van de aardbol. En hetzelfde geldt voor de Schouwburgpromenade. In die zin zijn we wel degelijk ook aan het prioriteren, zeg ik dan met een knipoog naar Frits zojuist. Omdat we namelijk niet alles tegelijk aankunnen. We zijn nu stevig aan het investeren in een ander deel van de binnenstad, van Pieter Vredeplein tot aan Stadskantoor. Ik zou niets liever willen dan ook doorpakken op de Schouwburgpromenade. Maar dan heb ik ook nodig dat zoals rond het Pieter Vredeplein Wereldhaven zegt en wij doen mee. Heb ik ook nodig dat de eigenaren daar ook zeggen en wij doen mee. We hebben een plan, we hebben een visie, wij delen de visie van de gemeente en wij doen mee. Het is allemaal particulier eigendom, dus willen wij dan daar zeg maar op zijn Chinees eens even de bulldozer overheen laten lopen.
Dan hebben wij ook in onze kant van de wereld ook echt een flinke zak met geld nodig. Die hebben wij niet. Dus we hebben op dit moment wel de richting, wel de gesprekken erover. Maar we hebben daar nog geen plan, in ieder geval geen gemeentelijk plan waar wij nu de schouders onder zetten. En overigens geldt hetzelfde voor het Koningsplein. Daar hebben we onlangs overigens ook, zoals wij hier staan, over gesproken. En daarvan ook gezegd, wij moeten daar van verkenning naar zeg maar het ontwikkelen van een plan komen. Maar zover zijn we nog niet, omdat we ook daar zien dat er verdeeld eigendom is. En ook op dit moment ook gewoon nog ondernemers zijn die daar een boterham willen verdienen. Dus we moeten ook kijken naar wat er morgen al kan. En tegelijkertijd nu wel van langzaam maar zeker van droom naar planvorming komen. Of wat er moet en kan gebeuren. Maar... Sorry? Wacht even. Over de hoek praten. Is het niet een marktwerk? Want jullie hebben het over de binnenstad. Er komt weer daar, die gaat daar een compacter binnenstad maken. En dat wil zeggen dat op een gegeven moment de marktwerking op gaat treden. Hè? Dus dat retailers vanzelf wel daar weg gaan vertrekken. Dus je kunt wel af gaan wachten, maar je kunt het ook op voorhand naar voren halen. Om te kijken of je die partijen naar de binnenstad kunt trekken. Dus ik denk dat je meer ook naar de marktwerking moet kijken. Actief leger. Voor zover het beeld zou zijn dat wij nu achteroverleunen en hopen dat het een keer ondernemers in beweging komen. Dat is niet aan de orde. Dus wij zijn wel degelijk met die ondernemers in gesprek. Om te kijken waar hun toekomst kan liggen. Maar als zij ervan overtuigd zijn dat er nog wel muziek zit in de plek waar zij op dat moment zitten. Ja, dan is dat hun goed recht. En vervolgens kunnen wij ze proberen te verleiden, te overtuigen. Hebben ook marktpartijen op andere plekken misschien die daar een rol in kunnen spelen. Maar uiteindelijk maakt een ondernemer zijn eigen keuze. En het enige wat wij kunnen doen is laten zien waar de stad naartoe beweegt. En welke richting wij daarbij ook willen ondersteunen vanuit de gemeente. Maar geldt dat ook voor de woningen boven die winkels? Want iedereen heeft nog wel over die winkels. Maar de woningen daarboven, daar kan de gemeente ook helemaal niets in betekenen. In hoe dat erbij staat. Het eigendom van de gemeente, want je kunt het meest met het eigendom wat je hebt. Het eigendom van de gemeente beperkt zich op het Koningsplein tot het Saskor 2. Aan de Schouwburgring. Daar beperkt het eigendom zich nog verder. Want daar hebben we namelijk niks behalve de openbare ruimte. Okay. Dus daar zit onze natuurlijke bewegingsruimte, is daar zeer beperkt. Onze rol kan daar best groot zijn of anders zijn. Maar die moeten we dan wel zodanig invullen dat we daarbij niet de bankrekening van de eigenaar aan het vullen zijn. Want daar zijn we niet van. Maar dat wij de beweging creëren die wij nodig hebben voor de stad. Oké, ik ga even, ik wil nog even wat zeggen. Ja, voor ik straks naar buiten loop als degene die het slopen alleen maar op de agenda zet. Ik ben best een sociale sloper hoor. Maar... We hadden altijd al een sloper. Ja, jawel. Maar dat had ik even als punt. Het begon namelijk bij de inleiding heel erg van, het is een economisch ruimtelijke visie. Maar het is niet zozeer dat het een zwaktepunt is wat er nu ligt, maar ik denk dat je meer nadruk moet geven op de binnenstad als grootste werkgever van Tilburg. En dan heb je meteen het idee van inclusieve stad of segregatie, dat juist die binnenstad heel veel gewone banen ook creëert. Alleen dat uit de presentaties lijkt het nu eigenlijk een beetje of het alleen maar om de bollebozen gaat en de slimmerikken en de laptopjes en de Starbucks, dat soort beelden. Terwijl die binnenstad natuurlijk je grote banenmotor is. Juist aan die onderkant. Ja, horeca, winkels. Alleen dat moet concreet worden. En dat, misschien is dat nog wel een punt van hoe zie je dat? Hoe maak je dat concreet? Ja, kijk, in de retail werk en horeca levert natuurlijk relatief veel banen op. Juist ook voor wat kwetsbaren. Hè? Dus dat is een reden waarom je kiest voor de binnenstad. Het is op zo'n manier met cultuur hetzelfde. Dat je zegt, dus niet alleen maar het hoge segment. Maar dat je misschien soms nadenkt, gemeentelijke panden beschikbaar stellen, juist om die onderkant te faciliteren, omdat de markt het niet oppakt. Maar natuurlijk gebeurt het allemaal wel, maar daar zou je dus op kunnen sturen. Alleen ik denk, het is meer het verkopen hiervan, want het komt nu misschien wel een beetje over als misschien een wat elitaire visie. En terwijl de inleiding was dat het helemaal niet zo is. Maar dat is denk ik een heel groot gevaar, ook politiek gezien natuurlijk, van het gaat juist uiteindelijk om de gewone banen. Want die worden ook met name heel veel gecreëerd door nieuwe grote winkels die er komen. Absoluut. Nou, niet alleen door de nieuwe grote winkels die er komen, maar ook die winkels die mede dankzij die grote winkels ook kunnen bestaan. Dat levert gezamenlijk heel veel werkgelegenheid op. En dat is waar. Als je kijkt naar puur zeg maar, de concentratie van werkgelegenheid, dan is die in de binnenstad en dan in het winkelhart, het stadshart, is die het grootst. Er moeten wel een paar honderd banen dit jaar op gaan leveren, toch? Alleen dit jaar al gaat het om honderden banen. Ja, ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de komst van Hudson's Bay eind dit jaar, Primark. Dat zijn de twee grote in het oog springende. Maar als je ziet wat daar omheen aan dynamiek op dit moment plaatsvindt. Het gaat om tientallen, misschien wel honderden banen op zichzelf alweer. Maar je ziet nu al in de binnenstad dat andere winkels daaromheen gaan.
zich gaan vestigen. Dat de leegstand daar ook al helemaal... Niet alleen rondom die winkels, maar je ziet ook dat rondom Tilburg eigenlijk er steeds meer... Je hebt er zo'n beeld dat er zo van die vogels rondomheen zwermen. Dat is ook echt zo. Er zijn veel partijen op dit moment geïnteresseerd in Tilburg als vestigingsplaats. En dat is precies wat wij beogen te doen met de investeringen die we op dit moment aan het plegen zijn. Oké, het is 9:45 bijna. Ik heb nog een laatste vraag hier. Ad Smulders. Eind van dit jaar dan gaan de bussen naar de noordkant van de spoorlijn. Als dat een paar jaar zo duurt, straks, dan zijn we er met z'n allen aan gewend dat de bussen voortaan daar staan. Is het dan een heel gek idee om de bussen voortaan aan de noordkant te houden? Het geeft ruimte voor mensen en voor groen en voor frisse lucht op de spoorlaan. Je kunt Tilburgian kun je van een nieuw jasje voorzien en je kunt je voor weinig geld, denk ik, tot een riant appartementengebouw omtoveren. En je hebt plek voor een park aan de spoorlaan. Ja, advies. Ik denk voor wethouder De Vries. U wil niet weten wat deze twee heren net tegen mij zeiden, maar kom Berend, nu jij. En nog wat verwensingen. Dat gaan we niet doen. En om maar even om daar helder over te zijn, het gaat en over rijtijden van bussen. De bussen willen we juist ook aan de zuidkant van het centrum hebben. Dat is een argument. En die plek aan de noordkant in de spoorzone heeft natuurlijk ook een potentiële waarde waar we graag ook iets mee willen doen. En uiteindelijk is het een afweging. En ik snap dat je kan zeggen van ja, we zouden op die... En die plek is aan de zuidkant, is ook gelet op de maat. We moeten dan wel Tilburgian gaan slopen, dat gaan we binnenkort ook doen. Prima geschikt voor een busstation. Het is een keuze tussen twee opties en wij denken dat dit uiteindelijk de beste optie is. En ook op die plek waarden zoals die groenwaarde, verblijfsklimaat verbeteren, op een hele goede manier inpasbaar zijn. Dat is op dit moment, als je er nu staat, moet je bedenken hoe dat is. Dat is heel lastig op die hele stenige plek. Maar we hebben recent, dat heeft recent al in het Brabants Dagblad gezien, een kleine blik op een mogelijke variant kunnen zien, waarin je ook ziet dat die plek een hele aangename verblijfsplek kan gaan worden. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag. Oké, ik ga nog één vraag en dan gaan we naar de afsluitende vraag aan de wethouders. Ik ga even nog hier naar achter. Als oude ondernemer, want ik ben gestopt met mijn onderneming hier in Tilburg. Maar nog steeds bewoner en steeds trotser op Tilburg aan het worden. Ik denk dat dat iets is, een woord is wat we best kunnen gebruiken als die verbinding. Is het niet handig dat we een soort van platform / samenkomst, een beetje wat dit gebeurt, maar dat iets makkelijker komt? Want ik proef een onderneemster die hier zit en die zegt, ja, hoe kom ik aan die tafel? Ik proef een bewoner die eigenlijk hetzelfde idee heeft van... Volgens mij heb ik iets gemist, ik had mijn inspraak niet. Ik denk dat het echt wel iets is, ook om een aantal oplossingen. Er zijn genoeg creatieve Tilburgers, ook ondernemers, oud-ondernemers, die ideeën hebben of ruimtelijke ordening, dienstverlening, financiën. Eigenlijk de kracht uit de stad pakken, maar dat die dat vaker, wat makkelijker, misschien maandelijks, of dat weggelegd is bij jullie of bij gemeente zelf of city marketing, maar een afdeling. Of bij het KAST, dat vanavond ook. Bij het KAST, maar in ieder geval dat het duidelijker naar de inwoner, de Tilburg, die dit naar 9 wil brengen, wat makkelijker kwijt kan. Want volgens mij hebben we enorme goede grote kracht hier in Tilburg, met heel veel ideeën om dingen op te pakken. Die moeten uiteraard gefilterd worden en door mensen die er verstand van hebben en door... Beide, maar dat moet gewoon sneller kunnen, denk ik. We moeten gewoon wat informeler met een groep mensen koffie kunnen drinken en met wethouders. Ja, zijn er ideeën over? Ja, ik zou daar een groot voorstander van zijn. Kijk, het is wat we proberen te doen, maar het gaat om de planvorming zoals die in onze stad is. En vroegtijdig dat gesprek te voeren. Maar je merkt aan de andere kant ook dat als er geen plan is of geen initiatief is, ja, dan kun je het wel organiseren, maar dan komt er niet zoveel volk op af. Dus dat is het lastige. Dus daarom denk ik ook niet dat het een gesprek moet zijn zozeer tussen ons en de zaal, tussen ons en de bewoners. Maar veel meer zou ik daarbij ook kijken naar, en nu hoop ik dat Alex goed heeft zitten luisteren, naar het binnenstadsmanagement.
Omdat het businessmanagement is wel een platform waarbij die verschillende groepen bij elkaar kunnen komen. En dan is het ook niet iets van de gemeente die iets organiseert. Want dan zijn mensen toch wel op zoek naar welk besluit hebben ze nou weer genomen wat ze ons komen vertellen. Maar juist het gesprek te voeren van de staat van de binnenstad met elkaar. Met elkaar als belanghebbende. En die input terug te brengen richting het gemeentehuis. Bijvoorbeeld. Ik denk dat wij ook gewoon gesprekspartner moeten zijn in dat gesprek. Even los van dat ik zelf ook bewoner ben van deze binnenstad. Maar ook het feit dat we met elkaar vervolgens kunnen kijken wat komt daaruit. Betekent dat iets voor ondernemers? Betekent dat iets voor de culturele sector? Betekent dat iets voor de gemeentebesturen? Betekent dat iets voor winkeliers? Samen maak je uiteindelijk de stad het wat die is. En ik ben dus juist op zoek naar ook de gezamenlijkheid in het organiseren van dat gesprek. Okay, en laatste, ik vind het een hele goede suggestie. Dank u wel. Laatste vraag aan de wethouders. Hier ligt eigenlijk een hele ambitieuze binnenstadsvisie. Maar het nadeel van politici is altijd dat ze misschien over een jaar, of ruim een jaar, hier niet meer staan. Dus mijn vraag is, als jullie zouden zeggen, de turbo moet er dus op, zomaar met z'n allen zeggen, er moet hard gewerkt gaan worden het komende jaar. Maar als je nou zou vragen van, wat zijn nou 3 trefwoorden per wethouder, wil ik die graag weten van, wat u per se dit jaar, voor de verkiezingen, nog gerealiseerd wil hebben, dat u in ieder geval weet, dat heb ik nog kunnen doen. En misschien mag die wel terugkomen, maar okay, dan weten we dat volgend jaar pas. Ik ga beginnen bij Mario Jacobs. Ja, eigenlijk bedoel, het leven van de politicus is vergankelijk. Maar tegelijkertijd, zoals jullie in de zaal zitten, zijn jullie er wel nog. En ik hoop toch echt dat we dat zien als een plan van ons allemaal. En het niet afhankelijk laat zijn van deze 3 mensen. Dat is het eerste wat we moeten zeggen. Maar 3 woorden zeggen. Maar 3 woorden, ja. Hè? 3 trefwoorden. Wat wil wat wil u dit jaar nog gerealiseerd hebben? Nou, volgens mij dit jaar, in ieder geval voor de verkiezingen, laten we kijken of we dan de spoorlaan in ieder geval een eerste zet kunnen geven. Dat is 1. 2. Maak een eerste stap met het groen. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van hoe snel het gaat met het bouwen. Want het groen volgt, hè? Niet eerst, want daar hou je niks meer over. Dus het groen. En laten we gewoon kijken dat de gebouwen die we neerzetten kwaliteit hebben. Oké, dank u wel. Wethouder Ridder. Zichtbaar resultaat op de doorbraakprojecten. Daar wordt aan gewerkt. Ze zijn er nog niet allemaal even scherp in beeld op dit moment. Die routes en verbindingen, zichtbare resultaten daar. Dus het aanlichten van panden, het verbeteren van de straat, et cetera. En ook de eerste stap in de vergroening van de binnenstad. Omdat dat een onderdeel is van het project om die doorbraak te realiseren. Daarvan hebben we gezegd, het gaat niet alleen om gebouwen en om winkels. Maar het gaat juist ook om het verblijfsklimaat van de binnenstad. Wat Mario net zei, groen op straat, groen verticaal en groen op daken. We hebben die kans nu en dat moeten we in het jaar dat we nu nog hebben, moeten we laten zien welke richting we daarin zijn ingeslagen. Oké, wethouder Vries, u als laatste het woord. Ja. Kijk, we komen uit een periode waarin we ons heel erg bezig gehouden hebben met bijvoorbeeld een discussie over een mol ergens tussen Tilburg en Waalwijk. En dat heeft heel veel negatieve energie opgeleverd, niet alleen in politieke zin, maar ook in economische zin en wat er allemaal in de binnenstad vervolgens en op heel veel andere plekken niet gebeurde. Volgens mij is de hoofdopgave, en dat is dan volgens mij een hoofdopgave die we mede dankzij dit soort afstudeerscripties, zou ik maar even zeggen, kunnen vasthouden, is dat we koers vasthouden. En dat is koers vasthouden in de Piershaven. Dat is 1 term, 2. Ja. En, ja, goed, dat is 1 term, maar dat koers vasthouden. Maar ik vind het cruciaal dat we de ingezette weg, waar we met heel veel energie nu mee bezig zijn, dat we die vasthouden. En dat is misschien minder afhankelijk van de personen die hier staan, maar dat we dat met elkaar gaan doen. Dan wat concrete dingen, want dat is ook altijd leuk. Ik hoop dat we dit jaar een definitief besluit gaan nemen over de vestiging van dat mediacluster in de spoorzone, omdat het echt een kans van je welste is om de belofte die al die instellingen, onderwijsinstellingen in de stad hebben, kort. Te volmaken. En ik moet het, want anders word ik helemaal afgekapt, besluiten over het spoorpark op het VGL-terrein. Het zou ook goed zijn als we daar dit jaar een knoop over doorhakken. Niet omdat ik het wil, maar omdat de stad daar nu een plan voor gemaakt. Oké, dank u wel. Okay. En Harriet gaat afsluiten. Ik wil even applaus voor voordat ik ga afsluiten, we begonnen de avond met de heer Fleischauer, directeur vestigingsklimaat. U wil nog wat laatste dingen zeggen. Ja, wel heel kort. Beetje flauw, maar ambtenaren kijken inderdaad altijd over verkiezingen heen en proberen ook wat meer continuïteit in beleid te borgen. Maar
wou ik niet zeggen. Nee, hier staan drie ontzettend ambitieuze wethouders. Dat hebben wij gemerkt ambtelijk in het afgelopen jaar toen wij werkten aan die visie. Dat heeft stevige gesprekken opgeleverd en van stevige gesprekken worden verhalen altijd beter. Tegelijkertijd hebben we met een enorme grote groep ambtelijke medewerkers gewerkt aan de totstandkoming van de visie. En dat is toch wel heel erg goed geweest. Twee mensen die daar staan, ze hebben vooral hun presentatie gegeven. Voor de rest ging het gesprek langs allerlei lijnen over onderdelen van de visie. Maar Damo en Ad, die hebben aan het begin van de rit gezegd, wij kunnen dit niet alleen, we willen het met jullie doen. Maar we willen ook groepen, deskundigen, betrokkenen uit de stad samen bouwen aan die visie. Dat is een startpunt van waar we nu staan en waarvan ik wel het gevoel heb, er ligt wat. Als ik nou de hele avond zo geluisterd heb, dan heeft het in zoverre geen verrassingen opgeleverd. Want er ligt blijkbaar een verhaal wat heel veel mensen aanspreekt in de basis. Er zit door vragen over prioritering, door vragen over specifieke gebieden of plekken in de stad, ook een aanzet tot urgentie, tot prioritering op specifieke onderdelen van de visie, of die er nu nog niet in gezeten, of nu nog niet expliciet in zitten. Dat helpt ons in het voorbereiden van de volgende ronde. We zijn overigens nog niet klaar met die serie stadsgesprekken, maar het helpt ons voor die overgang van visie naar agenda. En daarvoor was dit alleen al een hele waardevolle avond. Oké, okay, dank u wel. Ik wil ook graag een applaus voor de wethouders voor het beantwoorden van de discussie. Oké. Okay. En wij bieden u nog een drankje aan, dus dat komt hier zo binnen. En ik zou zeggen, nog even netwerken na afloop.